Welkom hier in de Salon in de Bali. Bij de boekpresentatie, want dat is het eigenlijk toch wel. Nou ja, ja, zo noem ik het. Van Tinkerbell, kunstenares. Ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen. Mijn naam is Meerte Hilkens en ik ben een vriendin van Tinkerbell. Zij vroeg me hier vandaag te helpen met liefde en met zenuwen, want ik ben voorwaar geen expert op het gebied van kernenergie. Dat dat maar vast duidelijk is. Het is vandaag 7 jaar geleden precies op de kop af dat zich in Fukushima, Japan, een gigantische ramp voltrok. Ik neem aan dat jullie dat toen allemaal ook in de media hebben kunnen lezen. Over die ramp zijn documentaires gemaakt. We hebben aan nieuwstafels veel gesprekken hierover gehoord. Er zijn meerdere kunstenaars geweest die er projecten op inspireerden. Wat het verschil tussen Tinkerbell en de rest is, zou je grof kunnen zeggen, is dat voor veruit de meeste mensen die naar Fukushima, naar het rampgebied zijn gegaan, geldt dat ze het quick and dirty deden. Snel naar binnen en ook snel weer eruit. Nou ja, als leek vind ik dat trouwens best invoelbaar, dat je daar bij voorkeur niet te lang rondhangt. Maar daarin verschil ik dus van Tinkerbell. Want zij verbleef daar in de afgelopen 2 jaar, bij elkaar opgeteld, 7 weken. Ik wil, voordat ik overga naar het boek, even iets kort zeggen. Tinkerbell is een vriendin van mij. En in de periode dat zij haar eerste trip naar Japan maakte, hadden we contact. En op enig moment keerde ze terug en ze belde me op om even na te praten. En ik kijk alvast naar een van de gasten op links. Even napraten over wat ze had beleefd in dat rampgebied. En we waren vrolijk aan de praat en op enig moment zegt ze: oh, en trouwens, ik moet je iets vertellen. Het is een enorm geheim, dus je moet me beloven dat je tegen niemand zegt. En ik weet niet, er zitten vast ook vrienden van Tinkerbell in de zaal. En als je dat nog gaat worden, is mijn eerste advies vast dat je dan altijd moet zeggen: joh, laat zitten, ik lees het wel in de krant. Want ik dacht, ze is verliefd geworden op iemand en dat moet nog voorlopig onder de pet of zo. Tinkerbell deed nog wel eens. Dus ik zei heel niet vermoedend: tuurlijk, vertel, ik beloof het. Ik zal het aan niemand doorvertellen. Ze had toch zoiets leuks gedaan. Namelijk in het besmette gebied in Fukushima bloemen geplukt. Die dus, nou ja, ik ga ook maar alvast naar meneer Turkenburg, de expert op dit. Ik ga het vast fout zeggen. Maar goed, voor de leek, radioactieve bloemen. En het was toch heel leuk, want ze zijn alle woordvoerders in de Tweede Kamer behept met dit dossier. Vrolijk zo'n bloem op de post doen. En het was toen dat ik dacht, dit is zo'n geheim waarvan ik liever niet op de hoogte was gebracht. En ik weet dat ik daar niet alleen in was. Nou, en toen heb ik me dus ook voorgenomen, als Tink me ooit nog in de slipstream van een kunstproject iets wil toevertrouwen, volstaat de krant. Nou, haar boek, Hypochondriën in Fukushima. Ik heb het vanochtend, heb ik de laatste pagina's daarvan gelezen. We gaan met elkaar in debat. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat als er vragen zijn in de zaal, jullie je gewoon melden terwijl we praten. Dat vind ik voor de dynamiek van een gesprek het fijnst. En daarvoor hebben we dus iemand die heel goed gaat kijken of er opgestoken vingers zijn. En we hebben gasten. Geert, ja, die ken ik. Geert is communicatie-expert, Geert van der Varst. Ik zeg al Geert. Dat komt omdat Geert dat onder andere bij de Partij van de Arbeid is. Nu, of was moet ik zeggen, woordvoerder Hans Spekman. Ja. Inmiddels directeur van het partijbureau. Maar je zou kunnen zeggen dat als je bij de PvdA over communicatie gaat, je ook thuis bent in hoe je communiceert in tijden van grote crises of rampen. Jullie hebben er een paar gehad, Geert. En je was oud-woordvoerder bij Schiphol, bij Uitstek, een organisatie die zich natuurlijk bezighoudt met de vraag: hoe communiceer je met je bevolking op het moment dat er iets niet goed gaat, ja, iets fout is gegaan of dreigt mis te gaan. Dan hebben we professor Wim Turkenburg, ik mag je gaan zeggen vandaag, expert op het gebied van kernenergie. Ook deelnemer aan een van de reizen naar Fukushima door Green Cross geïnitieerd. Tinkerbell is met diezelfde organisatie. Haar laatste reis was met Green Cross. En van Green Cross, en de eerste ook, is hier Robert Nieland, bestuurslid van de milieuorganisatie. Zeg ik goed? Ja, en jullie organiseren dus regelmatig trips naar het rampgebied en nodigen dan experts, journalisten, ja, en soms een verdwaalde kunstenaar uit om mee te gaan. Over 3 weken weer, ja. Ja.
Ja, gaan jullie weer? Ja. En dan nemen jullie dan weer bijzondere mensen mee? Of is zo'n kunstenaar een eenmalig experiment? Onder andere deze keer gaat Klokhuis mee. Ah, oh, wat leuk. Ook wel leuk om even te melden, ja. Ja, ook goed om te melden. Ik hoop dat de verbinding straks succesvol tot stand komt dan bij het oefenen. We hebben straks een Skype-verbinding met SB Brown. Die gaan we daar dan zien en hopelijk gaat hij ons horen. Dat was net het probleem. Oprichter van Safecast. En dat is een organisatie die één dag na de ramp in Fukushima is opgericht in Tokio. En wat ze eigenlijk doen is ze vragen burgers over de hele wereld om met door hen beschikbaar gestelde apparatuur de straling in hun eigen woonplaatsen te meten. En als gevolg zou je kunnen zeggen, citeer ik ook Tinkerbell uit het boek, is het eigenlijk de organisatie met de grootste database van stralingsgegevens wereldwijd. Jullie komen straks allemaal aan het woord. Maar voordat we naar de mannen gaan luisteren, geef ik eerst het woord aan Tinkerbell zelf. Ik ga even staan. Ja, ik ga even staan. Hey, leuk dat jullie zijn. Ik heb hier nog stoelen als jullie willen trouwens. Of ja, daar kan het ook. Ik ben Tinkerbell. En ik ben ook een beetje zenuwachtig, want boekpresentaties ben ik heel slecht in. Dus het is per definitie, dit is geen boekpresentatie. We gaan vandaag eigenlijk vooral praten over de situatie in Fukushima. Over communicatieproblemen die daar waren. En over het gevaar van angst. Maar ik wil heel graag even kort vertellen wat ik nu eigenlijk heb gedaan. Want ik zag op Twitter al allemaal opmerkingen naar aanleiding van een heel groot artikel wat gisteren in Volkskrant Magazine stond over mij. Van wat weet die kunstenaars nou van kernenergie en van Fukushima? 2,5 jaar geleden kreeg ik een mailtje van Mark Lambert, die zit daar. Mark is ook bestuurslid van Green Cross, een organisatie waarvan ik op dat moment nog nooit had gehoord. Ze zijn ook niet zo groot in Nederland, maar dat komt. Met een vraag of ik interesse had om mee te reizen naar Japan, naar Fukushima, voor een studiereis om te kijken wat daar nu precies aan de hand was. En ik zat, om heel eerlijk te zijn, met mijn hoofd heel ergens anders, namelijk in een project over Afghanistan, ook een heel leuk land. En ik was een beetje tegen het overwerkt aan en dacht vooral, oh, Japan, daar ben ik nog nooit geweest. Dat wil ik wel. Dus ik ging mee. Maar ook zonder mezelf in te lezen in de situatie. Sterker nog, ik dacht eigenlijk dat we ook naar Hiroshima gingen. Maar ik wist niks van topografie in Japan. Wist ook niet dat die twee plaatsen erg ver van elkaar vandaan liggen. Sterker nog, ik wist ook niet dat Fukushima niet per definitie een plaats was, maar een provincie. Het is ook een plaats, maar de plaats Fukushima is dan net een van de steden die niet heel erg is geaffecteerd door de straling. Maar dat wist ik dus allemaal niet. Sterker nog, ik wist dus echt niet. En we kwamen aan in Tokio met allemaal mensen. Onder andere deze twee heren waren bij deze eerste studiereis die ik maakte. En wat mij eigenlijk als eerste opviel, door mijn jetlag heen, want ik was heel moe, was dat allerlei experts die mee waren op de reis, en ik kende geen van deze mensen, dus ik wist ook niet precies wat hun expertise was. Nog net geen ruzie gingen maken. Er was oneenigheid over allerlei zaken die ik niet eens goed kon benoemen. En ik kan het ook niet precies hervertellen waar ze nou ruzie over maakten. Want ik had zo weinig kennis dat ik het niet kon. Ik hoorde eigenlijk niet precies. Ik kon de woorden ook niet plaatsen. Maar ik merkte wel heel erg, er is iets heel erg mis hier. En dan ben ik geïnteresseerd. Was daar met nog een paar mensen die ook niet zo heel goed ingelezen waren. Dat was onder andere Tom van der Beek. Ik denk niet dat hij er is. En er was nog een meisje mee, Miss Switzerland. Met een hele grote rolkoffer met heel veel kleding en zo. Dat herinneren jullie vast nog wel. Ja. Lisanne heette ze. Ja. En, leuke meid. Leuke meid. met z'n drieën aanschouwden we dit en begrepen we niet wat er nu precies mis was. En tijdens die reis, waar dus steeds allerlei discussies waren, raakte ik steeds meer gefascineerd. En ontstond er dus ook een moment, het moment waar eigenlijk de hele reis naartoe geleefd werd, waarin we het besmette gebied in zouden gaan, namelijk in het dorpje Tomioka. Wat me toen ook nog niks zei, maar daar gingen we heen.
En we werden heel erg gewaarschuwd van tevoren. Sowieso kregen we pakken aan. Dat was niet verplicht, maar dat werd ons wel heel erg aangeraden. We hadden een briefing gekregen waarin stond dat we echt niks mochten aanraken. Dat we maar heel even de bus uitgingen. Dat als we weer terug in het hotel waren, dat we dan onze kleding die we droegen in een vuilniszak moesten stoppen. Die moesten we dicht doen. Haar wassen. Nou, al dat soort dingen. Maar wat mij opviel toen wij die bus uitgingen in dat Tomioka, en om een idee te schetsen, je hebt dus de provincie Fukushima, waar aan de kust die kernramp heeft plaatsgevonden. En die provincie is voor een groot deel geëvacueerd na die ramp. Maar het deel waar mensen moesten evacueren was verdeeld in 3 verschillende zones. De buitenste zone, zone 1, de middelste zone, zone 2, en de binnenste zone, zone 3, of ook wel de no return zone of de red zone. Tomioka lag in zone 2, dus de middelste zone. En op dat moment mocht je daar wel in, maar niet langer dan een paar uur per dag. En mensen mochten er ook niet wonen, omdat het nog te besmet was. Maar wij gingen dus uit de bus en daar was een grenspoort, hek, tussen zone 2 en zone 3. Dus zone 3 was de middelste zone, de no return, dus de hoogste straling. En wij waren allemaal in onze witte pakken en dergelijke. Maar daar stond een mannetje met een plastic knuppel, en nou ja, zoals Japanners dat doen. Maar zonder bescherming, alleen een kapje, maar verder geen beschermende kleding. Terwijl wij dat wel allemaal hadden. En ik dacht, hè? Hoe zit dat? Want deze man staat hier de hele tijd en hij heeft geen bescherming. En wij komen hier een kwartiertje en wij hebben deze witte pakken allemaal aan. En dat werd uitgelegd door iemand van Green Cross Japan. Green Cross heeft afdelingen in verschillende landen. En die zei, ja, wereldwijd hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken dat je per jaar in aanraking kan komen met 1 millisievert per jaar. En die 1 millisievert vinden wij wereldwijd een acceptabel risico. En direct na de ramp in Fukushima heeft de Japanse overheid dat acceptabele risico vertwintigvoudigd naar 20 millisievert per jaar. Om het gebied wat geëvacueerd moest worden zo klein mogelijk te houden. Maar mensen die hier werken, hè, dus die aan die grenzen staan of de boel schoonmaken, die tekenen een contract voor 250 millisievert per jaar. En ja, dus hij hoeft niet beschermd. Ik vond dat een beetje een gekke uitleg. Maar dit was eigenlijk alle uitleg die we kregen. En ik, als leek, werd daar toch wel een beetje recalcitrant van. Dus ik ging bloemetjes plukken. En ik wist dat dat niet helemaal de bedoeling was, want we mochten niks aanraken. Maar ik stopte de bloemetjes in een soort plastic tasje wat om je voeten heen zat. Toen we weer de bus in gingen, moesten we de witte pakken, de bescherming weer uitdoen en moesten we in een vuilniszak stoppen. Want dat mocht natuurlijk niet mee terug de bus in, want het is besmet. En ik hield dat zakje met die bloemetjes een beetje zo apart. En toen kwam daar de directeur van Green Cross Japan. En die zag dit. En hij gritste dat uit mijn handen. En waarop ik heel boos werd, want het was ondertussen mijn eigendom en daar blijf je vanaf, ja? Maar hij stopte het in die vuilniszak, heel diep onder de pakken van alle mensen. En heel demonstratief ging ik erachteraan en begon een beetje te schreeuwen van, no, this is mine! En ik haalde het er weer uit en ik stopte het in mijn onderbroek en zo ging ik de bus in. En toen hadden we een situatie. althans, ik had een situatie en ik weet eigenlijk niet wat. Want hadden jullie dat door toen ik dat deed? Ik wist het, ja. Ik zou tenminste. Jij wist het niet? Ja. Ik heb het niet gezien. Je hebt het niet gezien. Ik hou daar wel van. Japanners zijn erg beleefd, dus er was. De directeur van Green Cross Japan heeft niet geprobeerd de bloemen uit mijn onderbroek te vissen. Dus het werd gewoon een soort van getolereerd, soort of. Gedoogd, ja. Anyway, ik heb inderdaad, zoals Myrthe net vertelde, de bloemetjes opgestuurd naar mensen die kernenergie een heel goed idee vinden. Omdat ik dacht, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom ze dat een goed idee vinden. En als ze dat een goed idee vinden, ja, wat vinden ze dan van een souvenir uit Fukushima? Ik was gefascineerd, maar Green Cross was toch achteraf wel blij met mijn actie, want er kwam best wel veel media-aandacht op gang. En daarmee dus aandacht voor de kernramp en voor kernenergie. Daardoor organiseerden ze, of ze organiseerden sowieso jaarlijks een studiereis, maar ik werd het jaar erop weer uitgenodigd. En
alles was precies hetzelfde. De hele studiereis was echt precies hetzelfde. Maar op het moment dat je twee keer hetzelfde ziet, ga je dingen beter zien. En ik raakte zo gefascineerd door alles wat ik daar zag. Door verhalen van mensen die geëvacueerd waren. Feiten, dat er niemand is overleden door de straling. Dat er voor zover we weten geen mensen ziek zijn. Maar dat er wel heel veel mensen zo bang zijn van de straling. Dat ze zo gestrest raken dat ze daarvan doodgaan. We waren op bezoek bij een storytelling group, zo noemden ze zichzelf. En die storytelling group hielp mensen, slachtoffers die geëvacueerd waren, om hun verhaal op een soort behapbare manier voor een publiek te vertellen. En ik vroeg me af, dit zijn echt heftige verhalen, is dat ook gepubliceerd in een boekvorm? En het antwoord van de organisatie was ja, kijk maar. En toen kregen we een folder met twee pagina's. En dat was natuurlijk niet het verhaal van 25 mensen. Maar dit was alles wat er was. En toen besloot ik eigenlijk, ik ga terug en ik ga hier een boek over schrijven. Want dit moet verteld worden. Want ik hoor en zie hier van alles wat anders is dan alle verhalen die ik ooit heb gehoord. En dat heeft ertoe geleid dat ik nog twee keer 3 weken ben teruggegaan. En dat ik afgelopen zomer inderdaad ook een paar weken heb geslapen in Tomioka. In dat dorp in zone 2. Waar ik tijdens de eerste studiereis al was. Waar ik me toen verbaasde over bewakers van een grens die onbeschermd waren. En ik ben gewoon gaan kijken. En heb eigenlijk allerlei conclusies getrokken die volgens mij anders zijn dan de meeste conclusies die veel mensen trekken die je online terug kunt lezen. En ik heb me vooral ook verbaasd over dat, en jij zei bijna niet, maar volgens mij is het helemaal niet. Ik heb in ieder geval niets kunnen vinden. Er is heel veel verslag gedaan van de situatie in Fukushima wereldwijd. Nou, jullie hebben ongetwijfeld van alles voorbij zien komen de afgelopen jaar. Zeker op een datum als vandaag. Hè? Dat is een jubileum van een ramp. Voor zover ik heb kunnen vinden, is er niemand die verslag heeft gedaan van de situatie daar die niet een hit and run heeft gedaan. Dus even het gebied in, een paar uurtjes wat quotejes halen, wat beeldjes schieten, gauw er weer uit. En in het allerbeste geval een paar dagen later nog eventjes terug. En natuurlijk heb je dan nooit een compleet verhaal. Dus wat die mensen zijn gaan doen, zijn elkaar gaan napraten, naschrijven. De meeste mensen die daar binnen zijn gegaan, zijn rondgeleid door die paar Japanners die Engels spreken en die dit wilden doen, die daar ook wilden komen. Dus hoorden steeds hetzelfde verhaal. Een klein jaar geleden stond er nog een heel groot artikel in Volkskrant. Van een journalist die ook met hulp van Green Cross ook is rondgeleid in Fukushima. Die schreef dat er allemaal vissen in de Pacific Ocean zwemmen die ernstig besmet zijn. En dat is dus niet waar. Er was, toen ik van de zomer in Fukushima was, een wetenschapper in Duitsland die waarschuwde voor rijst uit Japan die je niet moest eten, want gevaarlijk. Ik weet ondertussen dat rijst eigenlijk helemaal geen straling opneemt uit de bodem. Dus het kan helemaal niet. Nou, kortom, ik heb ontdekt dat de meeste informatie die je als eerste vindt, natuurlijk als je doorzoekt vind je heus wel meer, maar die je als eerste vindt, niet klopt. En dat het grootste gevaar wat daar op dit moment ontstaat, of is ontstaan in Fukushima, is dat mensen zo bang zijn voor dingen dat, het, ja, dat ze daar dus ziek van worden en soms aan sterven. Ik wil eigenlijk een filmpje laten zien wat ik heb gemaakt een jaar geleden in Namie. Dat was mijn eerste reis die ik maakte, zeg maar zonder Green Cross, dus op eigen initiatief. Ik ben toen 3 weken geweest. En Namie is ook een dorp in zone, ja, grootste deel in zone 2. Zo even om een idee te geven wat we daar nu aantroffen. Oh, rondlopen in Namie? Ik loop nu door een stadje wat volledig is verlaten. Het is volgens mij zone 1 gebied. Dat betekent dat het is gelukt om de radioactieve straling enigszins omlaag te krijgen. En mensen worden dan toch gestimuleerd om weer te verhuizen.
Ik denk dat het in deze zonnelicht, omdat we hier wel in mogen. Maar ik zie dus niemand. Er zijn wel wat auto's geparkeerd. Niet hier. Kijk maar. Het is echt helemaal leeg. En de straling is hier dan gemiddeld toch minder dan 20 millisievert per jaar. Maar je ziet wel, dus ik was net in een straatje waar heel veel winkels en gebouwen toch met gele linten nog waren afgedekt, omlijnd. Dat je er niet moest komen met allemaal warning signs. Kijk, het is dus gewoon leeg. Ja, ik kan eventjes ergens naar binnen lopen. Misschien. Ik loop nu even een willekeurig tuintje in. Oh, het is een beetje een saai tuintje. Het is niet zo heel gek veel te zien. Maar het is gek om in zo'n spookstad te komen. Je moet je voorstellen dat je op een dag ineens uit het niets alles moet achterlaten. En oh, ik zie hier dat er een deur open staat van dit huis. We kunnen even kijken. Het lijkt een soort opslag te zijn. Nou ja, moet je dus voorstellen dat je ineens alles moet verlaten, alles achterlaten. En ja, en 6 jaar later ziet het er dan zo uit. Ik zie hier nu op de grond dit. Een roze strikje. Ik heb het speciaal voor mij gedaan. Nee. Overal waar roze strikjes zitten, dat is een teken dat ze het hebben schoongemaakt. Hoewel ik denk dat dit stukje van de tuin misschien is overgeslagen. Wat een rust hier. Het is ook wel. Het is gewoon echt heel bijzonder om hier te zijn. Kijk. Er zit ook wel wat schoonheid in al die verweerde gordijnen. En je ziet dus niet wildgroei in tuinen doorgaans. En dat heeft ermee te maken dat dus de bovenste laag van de grond is afgegraven en schoongemaakt. En nou ja, hier is het dus al gebeurd, maar een eerdere keer dat ik in Fukushima was, heb ik wel gezien dat echt de tegels van de stoep door mensen echt met de hand helemaal werden geboend. Dus alles is echt letterlijk helemaal schoon geboend. Je ziet echt ook, kijk maar tussen deze tegels. Super schoon. Alles, elk hoekje is dus echt zo schoongemaakt als maar mogelijk. Om die radioactieve deeltjes maar zoveel mogelijk te verwijderen om de straling omlaag te krijgen. Ja, toen heb ik echt dus een beetje het gevoel alsof ik iets doe wat niet mag. Maar dat is dus niet zo. Ik mag hier zijn. Maar ja, je loopt zo binnen in het eigendom van mensen. En het is natuurlijk één groot trauma waar je in loopt. En ik had het al eerder gezegd, het voelt een beetje oneerbiedig. Ik wil absoluut niet oneerbiedig zijn. Wel met een gezonde dosis interesse. Volgens mij, ik zie hier een altaartje. Wat ik wel mooi vind. Omdat er niemand is, kun je dus zo van naar binnen kijken. Veel deuren staan open. Ik kan deze even proberen. Ik zie een slot, maar ja, deze is op slot. Radioactief afval zit doorgaans in grote zwarte vuilniszakken. Die daar wel liggen, maar het is te ver weg om te filmen. Nou, ik
kan je de camera nog even om. Kunnen jullie meekijken? Oh, leeg, leeg, leeg. Leeg. Alles is leeg. Verlaten winkeltje. Laat je even naar binnen kijken. Als het lukt. Ja, echt gek. Nou. Ik ga nog een klein stukje verder. Ja, het leuke is natuurlijk als je ergens wel naar binnen kan, maar nogmaals. Met een dubbel gevoel. Daar staat iets open. Ik kan wel even gaan kijken. Het voelt toch als een vorm van ramptoerisme. Wat het natuurlijk ook een beetje is, hè. Er komt een auto uit, dat vind ik dan meteen heel lullig. Heel erg verdacht of zo. Lijkt het, het voelt alsof ik iets doe wat niet mag. Maar nogmaals, het mag dus wat ik doe. Wat ik hier wel zie, het is en open en... Dit zijn vuilniszakken vol radioactief afval. Hier zit dus de grond in, die wordt afgegraven. En ik heb opgeslagen in deze zakken en die zie je langs de weg op grote velden. Met echt, nou ja, er zijn er miljoenen van. Langs de kant van de weg of vaak op landbouwgrond. Absurd. En deze container zit ook vol. Ja. Nou. Even terug in de auto lopen, denk ik. Ik ga vanzelf fluisteren, dat hoeft ook niet, maar ik doe het toch. Doeg! Katink, nou, in je boek gaat het natuurlijk heel erg ook over de invloed die angst heeft op ons waarnemingsvermogen. Als ik hiernaar kijk, het is ook heel beklemmend, zo'n door God en iedereen verlaten plaats. Ben je zelf op momenten niet bang geweest? Nou, niet echt eigenlijk. Ik was meer... wat ik daar ook al zeg, dan komt een auto voorbij... en dan voelt het alsof je iets stiekem doet, alsof je je moet verbergen of zo. Als, weet je, als kind, als je dan ergens komt waar je niet mag zijn... en je mag er dan wel zijn. Dus ik heb meer dat soort angsten. Nee, je had niet een soort visioen van Freddy Krueger... die ergens uit een donker hol zou hangen. Het heeft zoiets horror, zo alles zo helemaal verstild. Ja. En jij loopt, ik hoor alleen maar jouw ademhalen. Ik vind het heel spooky. Ja, dat vind ik heel naar om te horen. Dat lijkt of ik heel zwaar ademhaal, dat ik het niet gezond ben. Maar er was gewoon niks anders. Nee, ik heb dat niet echt gehad. Wel met voorzichtigheid, zeg maar. Dat ik dacht, ik moet dingen misschien niet aanraken. En dit was mijn derde reis. En toen had ik nog geen kijkerteller. En ik had me ook nog niet verdiept of navraag gedaan over hoe zit het nu met straling. Dus ik wist echt niks. Ik wist alleen maar, je mag hier komen. Dus dan moet het onder de 20 millisievert zijn. Want over een maand gaan hier weer mensen wonen. En onder de 20 millisievert, nou ja, de Japanse overheid zegt dat het oké is. Dus het zal wel. Dat eigenlijk... vertrouw je dan op. Ja. Dat lukt jou. Niet iedereen. Nee, ja, nee. Jij zegt, er is niemand vooralsnog gestorven aan de gevolgen van straling. Voor zover bekend ook nog niemand ziek. Wel, jij noemde daar in de voorbereiding op deze dag een getal bij, 1500 mensen dood door stress. Ja, dat is een gokje wat ik maak. Wat ik het laatst ook van iemand anders hoorde. Dit was in eerste instantie mijn eigen schatting. Ik weet het aantal van dorp Tomioka. Dat was, ik geloof, 380 van de 15.000 inwoners zo uit mijn hoofd. Dus dat is echt veel.
En dus op basis van hoeveel mensen dit is overkomen in Tomioka, en dan kijken naar hoeveel dorpen zijn, hoeveel mensen zijn er, dan zou dat statistisch gezien ongeveer 1500 moeten zijn. Maar hoe meet je of iemand, hoe meet je de doodsoorzaak angst? Ja, dat is een goede vraag, weet ik niet. Nee. Ja, dat weet ik niet. Dit zijn dingen die ik hoor. Dus dat is ook. Kijk, ik ben geen wetenschapper, ik ben geen socioloog, ik heb geen achtergrond in communicatie, kernenergie, weet ik veel. Maar ik kan wel heel goed kijken en ik kan heel goed luisteren. En ik kan dingen goed aan elkaar koppelen. Dus hoe kom ik nou aan deze getallen? Ja, die hebben mensen me verteld. Maar wat vertellen ze jou dan? Ik bedoel, jij hebt dus met. Wim, wil jij wat zeggen? Of zag ik dat verkeerd? Ja, nou, maar ik weet niet of ik nu al. Je mag, ja, dat mag. Je hebt in Japan een speciale dienst, overheidsdienst, die naar de restauratie van het hele gebied kijkt. Maar die houdt ook in de gaten hoeveel mensen er sterven in het gebied ten gevolge van de totale ramp. Dus de aardbeving, tsunami en de kernramp. En ze houden dat allemaal keurig bij, per plaats, per jaar. En het laatste getal hebben ze gisteren gepubliceerd. Dat is 3647 mensen hebben zij geteld. Die zijn overleden door stress. En een deel daarvan is dus kernenergie. En dat is heel veel zelfmoord. Ah. Of het is voor een deel ook wel, ja. Mensen die bij de evacuatie, maar het zijn maar relatief kleine aantallen, die werden achtergelaten. Want er was totaal niet gedacht aan een evacuatie die nodig was. Dus er was ook nooit geoefend. Dus de huizen moesten worden leeggehaald, maar verplegen ze dan liever zelf weg dat ze de oude mensjes meenamen. Ja, dus er zijn er ook een aantal. En na een week zijn ze weer teruggegaan om die alsnog op te halen. Maar toen waren er bijvoorbeeld al 50 overleden. Dus voor dat soort situaties, stresssituaties, maar heel veel zelfmoord. Mensen die het leven niet meer zien zitten, die in die hutjes zitten en nu al 7 jaar zitten te wachten tot ze weer terug mogen komen. Zijn vaak oude mensen, gezinnen die ontwricht zijn, zien familie niet meer, ze kennen hun buurt niet meer. Ze zien geen perspectief voor de toekomst. Ja, sommigen eten niet en gaan dood. En dat wordt dus geregistreerd keurig door die dienst. En nou ja, inderdaad, als je dan puur naar de kernramp kijkt, dan zou je daar iets van 1500 à 2000 van die 3600 nog wat aan toe kunnen schrijven. Aan angst of stress kunnen toeschrijven. Ja. Helder, fijn. Ja, voor die 50 wat je net zegt, dat is, want dat realiseren mensen zich vaak niet. Wij praten vooral over de kernramp, hè? Maar die kernramp staat natuurlijk niet op zichzelf. Dit is. Het is een hele heftige aardbeving geweest. Zo uit mijn hoofd was het 80 jaar daarvoor een vergelijkbare heftige aardbeving geweest, die statistisch gezien maar 1 keer in de 40.000 jaar voorkomt. Dus het kon eigenlijk niet. Maar zo'n aardbeving is niet dat er dan een hele heftige aardbeving is en daarna is het klaar. Dan heb je heel veel nabevingen. En dat heeft ongeveer 3 dagen geduurd. En heel veel mensen zijn natuurlijk daar, hebben ongelukken gekregen, zijn dingen ingestort, et cetera. Heel veel huizen zijn ook daardoor ingestort. En het heeft geleid tot een tsunami die een heel groot deel van de kust heeft weggevaagd. Dus als je het hebt over slachtoffers, ook die dag en ook dan de week daarna, mensen die blijven zitten. Ja, dat kan dus van alles zijn. Want het was echt chaos. Als je naar verhalen van mensen luistert, dan vertellen ze je dat de lucht zwart was. Dat ze elkaar niet meer konden zien. Er was geen elektriciteit. Mensen waren elkaar kwijt. Er waren geen communicatiemogelijkheden. En dat is natuurlijk, dat moet gevoeld hebben. Dat, zo beeld ik me dat in, alsof de wereld verging. En je weet niet wat er aan de hand is. Helder. Is er al iemand uit de zaal die nu al iets wil vragen? Hand omhoog. Ja, 2 dames. Bart. Dag. Als u eerst even uw naam wilt zeggen. Via. Hi. Ik heb helemaal, ben ook leek. Maar ik heb toevallig die uitzendingen gezien van Joanna Lumsley in Japan. Die ook het gebied bezocht heeft. En wat ik begreep was dat pas 30 jaar, zeg maar, na de ramp, dat dan ook de gevolgen zichtbaar zullen zijn. Dus dat het effect ook een. Pas daarna optreedt. Het effect van straling. Ja. Doet u dan. Dus moeten we misschien nu heel verwachten, want Wim Turkenburg gaat zo iets meer vertellen. Misschien dat, ja, kun jij dat meenemen? Even, ja, ja, we houden dit even vast. Okay, ja, want het is goed om te weten, ook voor de volgende vraag stellen. Wim Turkenburg houdt zo meteen een voordracht waarin hij ons eigenlijk inleidt in 2 vragen. Wat is nu eigenlijk kernenergie? En ik hoop dat je dat zo hebt gedaan dat iedereen het snapt. En 2, wat is er nou exact in Fukushima gebeurd? Ik ga het heel moeilijk vertellen. Ja, precies. En dat is ook een 2e vraag. Nog één dingetje vragen. Ja. Jij had
bij jouw filmpje had je net geen die teller niet bij je. Hè? Die had ik ook toen nog niet. Ja, die had je toen nog niet. Inderdaad, maar op die film van Joanna Lumley ook liep ze daar wel mee rond en zag je hem ook uitslaan. Ja. Dus ik denk ook dat het erg uitmaakt op het moment, zeg maar, waarop jij hebt rondgelopen en zij heeft rondgelopen waar je geweest bent, of die straling er nog wel of niet was. Want jij was er natuurlijk weer wat later. Nou, dan moet ik misschien even. Mag ik straling uitleggen in mijn woorden? Dat jij het straks in jouw woorden doet? Ja, je grijpt wel in als het ontspoort. Nee. Ik gebruik eventjes. Kunnen we kijken of Katinka het heeft begrepen? Ja, ik heb hier. Dit is radioactieve straling. Dit is situ, maar nu even niet meer. Dit is radioactieve straling. Radioactieve straling, dat zijn deeltjes. Ik doe heel erg Jip-Janneke, hè? Deeltjes. Dit is één deeltje radioactieve straling. Dat betekent dat ik nu radioactief ben. En als je even bedenkt dat ik op dit podium zit. Dan is dus eigenlijk dit podium radioactief besmet, want we hebben hier een deeltje. Maar nu niet meer. Nu is het daar. Dat betekent dat radioactieve straling heel lokaal kan zijn en zich kan verplaatsen, want het zijn deeltjes. Wim kijkt best tevreden. Nou, dit voorbeeld vond ik wel goed. Want dat gaf inderdaad de kernramp aan. Je hebt radioactieve deeltjes in de reactor. Die komen naar buiten en die verspreiden zich over de omgeving. En dat deel, maar dat is dus niet, dat is niet straling wat ze weggooiden, maar een radioactieve stof. Oh, ja. Radioactieve stof noem ik het liever. En die stof die geeft straling. En die straling die kan gevaarlijk zijn. En die stof die wordt dus uitgesmeerd over een heel groot gebied. Ik ga dus, oh ja, daar wou ik straks inderdaad wat over zeggen. Ja, maar als straling, die mevrouw zegt eigenlijk. En die straling die gaat dan, die kan bijvoorbeeld dwars door je lijf heen gaan. Die kan daar allerlei schade veroorzaken aan je genetische systeem. Maar de vraag was ook, kan en dan het, kan je dus kanker krijgen. Geiger-teller. Ja. En kan het dat je daar loopt en dat er op de ene stoep niks aan de hand is en dat je bij een geparkeerde auto stilstaat en daar in principe een kan probleem. Dat. In principe, ja, het zal niet heel groot zijn, maar. Ja. Stond dat ik dacht van, wow. Nou, daar zal het daar zit het toch in. Ja, wat bijzonder dat ze er blij mee zijn. We gaan zo naar jouw mini-college. We gaan nog even naar één vraag van die meneer, toch? Ja, ik had eigenlijk nog een praktische vraag. Want Tinkerbell, je zat dus in die zone 2. 3 weken of misschien wel 7 weken lang. Heb je daar dan een hotelletje waar je kan blijven? Ja. Of zat je eigenlijk buiten die zone en ging je af en toe daar met je auto naartoe? Even voor de duidelijkheid, ik heb 4 reizen gemaakt. 2 studiereizen met de Green Cross. En dat was niet alleen in het bestaande gebied, zeg maar ook daarbuiten waar heel veel lezingen, presentaties, et cetera. En dan ben ik nog 2 keer zelf ongeveer 3 weken teruggegaan. Ik ben ook nog wat verder gereisd door Japan, omdat ik ook iets over cultuur wilde begrijpen en zo. Ik ben even de vraag kwijt. Of je in een hotel sliep. Oh ja, een hotel. Ja, precies. Ja, en de laatste reis, want ik heb dus 4 reizen in totaal gemaakt. De laatste reis heb ik in Tomioka geslapen. In een hotel. Maar dat hotel is eigenlijk alleen voor mensen die daar werken. Want er werken in dat hele gebied ongeveer 4000 mensen fulltime. Om de boel daar schoon te maken. En ik had via contact met de eigenaar. En waardoor ik daar 2 weken mocht verblijven. Helder. Wim, je zei het al, jij gaat ons een mini-college geven. Ik kan niet wachten. Wil je dat met mijn microfoon doen? Ik heb hier een deeltje. Ja, misschien wel. Ja? Ja, iets over die kernramp in Fukushima. 2 vragen zijn me gesteld. Wat is kernenergie? Kun je dus kernsplijting een beetje uitleggen? Inderdaad simpel. En daarnaast de ramp zelf. Wat gebeurde er nou en wat zijn zeg maar wat gevolgen daarvan? Nou, dus ik heb een aantal slides. Ik zal sommige misschien overslaan, want anders wordt het misschien te veel. Maar daar ga ik dus wat over zeggen. Kijken of hij het doet. Nou, hier zie je even de huidige situatie bij de kerncentrale. Even kijken of die ook een pointer heeft. Zie je die? Is dat het rode? Oh ja. Hier zie je, zeg maar, dit is nu het hele terrein van de kerncentrale. Dit was de oorspronkelijke kerncentrale, zeg maar, voordat de ramp plaatsvond. Dus 6 reactoren die hier aan de zee staan. Dit is het haventje, waarbij allerlei stoffen worden aangevoerd en afgevoerd. Ook koelwater wordt uit de zee betrokken. En na de ramp zie je dus dat er een enorme situatie is bijgekomen. Heel veel watertanks. Waarin radioactief water wordt opgeslagen. Maar ook een chemische fabriek is er verschenen. Van alles en nog wat. Hier zie je wederom de 4 reactoren waar de grote problemen hebben plaatsgevonden.
En nog twee, maar die stonden uit. Dus er is eigenlijk niks mee aan de hand. Het gaat vooral om deze 1, 2, 3 en 4. Nou, als je dan kijkt in Japan, dan zie je dat die kerncentrales die liggen overal, bijna altijd aan de kust, omdat je het koelwater uit zee haalt. En hier hebben we de kerncentrales Fukushima Daiichi. En dat zijn zes kerncentrales zoals we hebben gezien. En 10 kilometer daar vandaan heb je een tweede kerncentrale, Daiichi. En daar staan 4 kerncentrales. Daar is niks gebeurd. Nou, kernenergie, dat krijg je van kernsplijting. Wat is een kern? Een kern zit in een atoom. Dit is een atoom. Dit is de kern van een atoom. En zo'n kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. Moeilijker zal ik het niet maken. En om de kern heen zweven, draaien zou je kunnen zeggen, een soort van planeten rondom de zon, elektronen. En hoe krijg je nou energie? Door deze kern te splijten. En als je die kern splijt, krijg je dus brokstukken, kleinere brokstukken dan de oorspronkelijke grote kern. En er komen ook nog wat losse neutronen bij vrij. En die neutronen, dat zijn die rode bolletjes, die hebben geen lading. Protonen hebben een positieve lading, elektronen hebben een negatieve lading. En er lopen evenveel negatieve ladingen omheen als er in de kern een positieve lading zit. Dus van buiten, van afstandje, is het een neutraal deeltje. Zo heet, ja, moeilijker zal ik het niet maken. Nou, dat is dus de kern. Die moet je dus splijten. Als je dit ziet, dan denk je van, hey, is dat nou een atoom? Als je dat nou in werkelijkheid bekijkt, dan moet je het je zo voorstellen dat als dit de kern is, zo groot als een balletje, tennisbal, dan vind je de elektronen ongeveer, of de eerste elektron vind je in deze straal eromheen. Heel ver weg, dat is een afstand van 1 kilometer. Op dezelfde schaal van het tennisballetje. Dus atomen zijn eigenlijk ontzettend leeg. Wij zijn eigenlijk met z'n allen, want wij zijn allemaal uit de atomen opgebouwd, eigenlijk zijn we alleen maar leeg. Nou, en die kernenergie halen we dus uit die kern. Dat doe je met een... Deze, hier zie je een uraniumkern. Daar komt een neutron op. Als je heel veel uranium bij elkaar hebt, dan vindt er altijd wel spontaan een splijting een keer plaats. Bij zo'n splijting komen er neutronen vrij. En als je een neutron met voldoende lage energie op een kern schiet, een uraniumdeeltje, dan krijg je de splijting. Dan krijg je twee splijtingsproducten. Dit zijn hele radioactieve stoffen die je dan krijgt. Die gaan dan ook bij een kernramp naar buiten, zeg maar. En je hebt die drie neutronen. Als nou één van die neutronen weer een tweede splijting veroorzaakt, krijg je dus een kettingreactie die gecontroleerd is. Dat gebeurt in een kerncentrale. Dus deze ene splijting geeft 3 neutronen in dit geval, kunnen er ook 2 zijn. Eén daarvan geeft weer een splijting van die neutronen, die geeft weer een splijting. En zo heb je een gecontroleerde kernsplijtingsproces in een kernreactor. Als je zegt van ik wil het niet gecontroleerd maar ongecontroleerd doen, dan gebruik je als het ware al die 3 neutronen die hier staan. En dan krijg je een kettingreactie in een atoombom. Je ziet hier 1 splijting, 3 neutronen, 3 splijtingen, 9 splijtingen. En zo gaat het verder. Dus dan heb je in 1 klap een atoomexplosie. Nog even bij die splijtingsproducten, nog heel eventjes. Dan komen de splijtingsproducten vrij. En dan de vraag. Bij die splijtingsproducten heb je bijvoorbeeld jodium, 131. Dat is 1 van die splijtingsproducten. Je hebt ook cesium en je hebt 134, 137. Dat zijn de stoffen, met name cesium, die je nu in de omgeving van Fukushima heel veel tegenkomt. Dus het gaat vooral om cesium. Geeft het de grootste problemen. Je hebt heel veel splijtingsproducten, bijvoorbeeld strontium. Er ontstaat ook nog in het hele proces plutonium. Plutonium is een van de meest gevaarlijke splijtingsproducten, splijtbare stoffen die je kunt voorstellen. Maar die stoffen bestaan niet eeuwig. Dus bijvoorbeeld jodium, na 8 dagen is de helft daarvan al verdwenen, niet meer radioactief. En weer 8 dagen later is weer de helft verdwenen. En weer 8 dagen later weer de helft van de helft van de helft.
Dus na zeg maar zo'n 10 halfwaarde tijden, zo noemen we dat. Dus na 80 dagen is eigenlijk jodium 131 verdwenen. Bestaat niet meer. Hoef je dan ook niet meer bang voor te zijn. Bij cesium zie je dat dat veel langer duurt. Hier zie je dat cesium 137 kan wel 30 jaar duren voordat de helft is verdwenen. En dan moet je weer 30 jaar wachten en dan is de helft van de, overgebleven helft verdwenen. Dus er is nog een kwart naar 1/8, et cetera. Dus je moet daar toch wel zeg maar zo'n 300 tot 600 jaar wachten voordat je zegt zo'n gebied, als je helemaal niks doet, zo'n gebied is weer helemaal schoon. Denk aan Tsjernobyl naar zo'n 300 tot 600 jaar. Dat was een vraag. Ja, mijn naam is Sander Blom. En het is een totaal irrelevante vraag voor het verhaal van Tinkerbell. Maar begrijp ik nou goed dat uranium nodig is om te kunnen splijten? Uranium gebruiken we bij dit type reactoren om inderdaad te kunnen splijten. Uranium-235, dat is een bepaald isotoop. Uranium heeft verschillende isotopen, daar ga ik niet op in. Maar een klein beetje daarvan is uranium-235. En dat wordt in dit type reactoren gebruikt, zoals in Fukushima. En dat heb je nodig om te kunnen splijten. Er is nog een andere stof die sommigen ook willen gaan gebruiken. Maar dat thorium, dat kun je omzetten in een splijtbaar materiaal. En dan heb je een thoriumreactor. Die bestaan nog niet of nauwelijks. Alle reactoren in de wereld gebruiken uranium. Ja? De concentratie van die stoffen, is die van invloed op de halfwaardetijd? Of is, maakt helemaal niets uit, helemaal niet uit hoeveel er bij elkaar zit? Nee. Naar die getallen, zeg maar 30 jaar, ja. Is je alles... Je kunt die tijden ook niet beïnvloeden. Okay. Dus je kunt niet zeggen van, ik ga iets doen, althans wanneer het cesium 137, zolang het cesium 137 is, blijft het gewoon 30 jaar halfwaardetijd. Oké, dus die concentratie in die afvalzakken heeft verder geen enkele invloed op dit verhaal. Oké, duidelijk. Nee. Wat je wel kunt doen, en dat is wat. Dat staat ook wel een beetje in het boek van Tinkerbell, maar niet helemaal goed, als ik heel eerlijk mag zijn, Tinkerbell. Je kunt bijvoorbeeld in radioactief afval van een kerncentrale. Oh, zit ook dat plutonium. Daar heb ik het. Dat plutonium. Dat heeft een halfwaardetijd van 24.000 jaar. En als je dus het afval uit de kerncentrale haalt, dan zit er dus heel veel plutonium in. En als je dat plutonium erin laat zitten, dat doet bijna iedereen in de wereld, Nederland niet, maar bijna iedereen in de wereld doet dat, bijvoorbeeld ook in Amerika, dan zit er dus in radioactief afval heel veel plutonium. En dan moet je 10 tot 20 keer die halfwaardetijd wachten voordat het niet meer radioactief is. Dus dan krijg je 10 à 20 keer 24.000 jaar. Dus dan praat je over een kwart tot een half miljoen jaar. Dus na een kwart tot een half miljoen jaar is dat radioactief afval niet meer, zeg maar, radioactief. Nou kun je dat beïnvloeden, en sommigen zijn daarmee bezig. Oh, doe ik weer fout. Door dat plutonium te bestralen met neutronen. Dan ga je het als het ware kunstmatig. Hoeft niet eens in de reactor zelf te gebeuren, maar goed, dat zou je kunnen doen. Ga je dat splijten, dan krijg je nieuwe splijtingsproducten. En die hebben dan een halfwaardetijd van bijvoorbeeld 30 jaar. Dat betekent dat als je dat nou maar bestraalt met neutronen, dat radioactief afval wat uit een kerncentrale komt, dan zou je in theorie het afval zodanig kunnen bewerken dat het na zo'n 600 jaar niet meer, of bijna niet meer radioactief is. Zou je kunnen doen. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, als ik dat kan doen met afval, en ik kan het 600 jaar veilig opslaan, en dat heb ik ook tegen Tinkerbell gezegd, kijk naar kathedralen, die bestaan al 600 jaar, kijk naar, mooie werk in Egypte, piramides, die bestaan al 4.000, 5.000 jaar. Nou, dan maak ik mij niet meer zo druk als je 600 jaar veilig radioactief afval zou moeten opslaan. Nou, Tinkerbell maakt zich daar nog wel druk over. Goed, dat is dan even die kerncentrale zelf. Ik begrijp nu wel waarom je zegt dat we daar oneens zijn, want ik bekritiseer jou daarop. Dat is de enige plek in het boek waar ik dat doe. Nou ja, je mag toch. Het is een debat, hè? Het is een debat. Nee, maar ik snap nu wel. Het is wel een debat en dan mag je dus zeggen van jij zegt iets en ik denk van nou, dat ligt. Mag, ja. Daar ben ik dus zelfs minder angstig, zou je kunnen zeggen, dan Tinkerbell is. Misschien moet ik het zo vertellen. Nou, dit is die kerncentrale in Fukushima. Die kern, dus al die splijtstof zit daar. Die moet dus permanent gekoeld worden. Terwijl de splijtingen plaatsvindt. En dat is dus misgelopen, die koeling, in deze kerncentrale in Fukushima. Een ander punt wat je ook nog even op moet letten, dat is wat hier zit. Dit is een soort, laat ik maar zeggen, een zwembad. Waarin
bestraalde splijtstofstaven uit deze uit zijn gehaald. Zo, hierin zijn geplaatst. En dat zijn koelbakken. En dat vormt op dit moment bij de kerncentrale Fukushima Daiichi als het ware het grootste gevaar. Dus daar gaat heel veel aandacht naar uit, ook onder invloed van Amerikanen. Die willen dat de Japanners zo snel mogelijk al die koelbakken die er nu nog zijn, het zijn er nog drie, dat die worden leeggehaald. En daar zijn ze nog wel een aantal jaren mee bezig. Nou, dat is goed. Dat wou ik toch ook nog even zeggen. Hoe werkt dan die kerncentrale verder? Hier hebben we dus die kern helemaal links. Daar vindt warmte, het splijtingsproces plaats. Er komt dus, die deeltjes hebben een enorme energie naar buiten. Als die deeltjes afremt, ga je dus water verwarmen. Water wordt stoom. Die stoom die gaat naar een stoomturbine. Dat is hier. Die draait deze turbine rond. Aan die turbine zit een generator. Net als een fietsdynamo. Die draait ook rond, maar dan door je wiel. Bij je fiets, althans vroeger hadden we die. En dan maakt die stroom. En dat kun je dus je huis mee verlichten. Die kerncentrale moet dus wel, de kern moet permanent gekoeld worden. En dit is het koelsysteem. Hier. En dit koelsysteem, dat heet het primaire koelsysteem, dat is kapot gegaan bij de kernramp. Dus je hebt dat het koelsysteem niet meer goed functioneert. Breuken door de explosies die er hebben plaatsgevonden, waterstofexplosies. Misschien ook wel door de aardbeving. En de koeling is totaal weggevallen bij de ramp. En als de koeling totaal wegvalt, die warmteontwikkeling blijft doorgaan. Het splijtingsproces ligt stil. Maar al die deeltjes, we hebben het net gehoord, die blijven maar stralen. En straling is warmte. Dus als het maar door blijft stralen, ja, dan krijg je dat hoge temperaturen ontstaan. En dat dan de bol gaat smelten. En dat is dus daar gebeurd. Die explosie, kun je misschien heel kort vertellen wat die explosie veroorzaakt heeft? Nou, als je daar hebt in de kern. Daar in de kern heb je dus hele hoge temperaturen. En als je daar de bol niet koelt, dan krijg je dat de kern, de splijtstofstaven, waar die splijtstof in zit, dat die gaan smelten. Je krijgt dan ook dus gesmolten ijzer, als het ware. Nou, als je dan praat je over temperaturen van vele honderden tot een paar duizend graden. En bij die temperatuur ontleedt water. Water is H2O. Dan krijg je waterstof en zuurstof. En die waterstof die ontstaat daar, die moet eigenlijk afgeblazen worden als je een goede kerncentrale hebt. Dat hadden ze hier niet goed. Dat is hier niet goed geregeld bij al die centrales. Dus dat water dat verzamelde zich. Waterstof verzamelde zich. En er hoeft er maar een klein vonkje bij te komen. De boel explodeert. Er hebben dus drie grote explosies plaatsgevonden in deze. Ja, bij deze kerncentrale. En door die explosie is dus de bol opengebarsten en is dus veel van die radioactieve stof naar buiten gekomen. En dat is in golven gebeurd. Misschien moet ik het daar maar even bij laten. Ja, mag ik de microfoon, Wim? Kan deze aan? Wacht. Doet deze het nu ook? Ik heb hem. Ja, want dan ga ik die. Omdat we niet te veel kunnen uitlopen. En dat wel al aan het gebeuren is. Daarom had ik even de microfoon van Bart gejat. Want dan kan ik toch een beetje gaan. Me gaan bemoeien met wat er hier gebeurt. Dankjewel, Wim. Ik weet niet of ik die citroen uitleg was wel behapbaarder. Ja, nee, ik bedoel, het is fijn dat we op dit gebied experts hebben. En ik snap als ik naar je luister waarom. Robert, jij gaat als volgende spreken. Ja, ik wil je vragen, als het kan, en ook de zaal, om hem eerst even te laten spreken, om een beetje tempo erin te gooien. En jij gaat vooral even uitleggen, wat is Green Cross? En waarom maken jullie nou deze reizen naar Fukushima? Ik hou het heel beperkt. Ik heb een PowerPoint die misschien wat minder technisch is dan hiervoor. Ik ben Robert-Jan Nieland, ik ben bestuurslid, zoals net gezegd, van Green Cross Nederland. En mijn rol en de reden voor mijn aanwezigheid is hier dat ik bij die reis aanwezig was, waar Tinkerbell als eerste naar Fukushima is gegaan. En dat was, jij bent toen op uitnodiging van Green Cross daar de eerste keer geweest en dat heeft jou gepakt en dat heeft je toe geleid. En wij hebben toen op die eerste trip samen gezellig die bloemetjes staan plukken. En die radioactieve bloemetjes. En daarbij wat gefilosofeerd over jouw werk en ons werk als Green Cross. En over de toekomst van de wereld. En daar gaat dit over. Ik heb een zeppertje nodig misschien. Ik weet niet waar dat. Oké. Okay.
Green Cross is de grootste NGO wereldwijd. Die staat voor verandering van waarden, milieuveiligheid, duurzaamheid en nog een aantal andere projecten. We hebben kantoren in meer dan 30 landen en projecten in ruim 50. En daar is de missie van Green Cross is het helpen oplossen en voorkomen van de volgens ons zeer nauw met elkaar verbonden oorzaken en uitdagingen die er op de wereld zijn van armoede, veiligheid en ons leefmilieu. En we helpen als Green Cross wereldwijd daarbij bij het creëren van een leefbare en duurzame toekomst. Dat was de visie van Michail Gorbachev, die dat heeft opgericht. Samen met een aantal andere mensen. Je zou kunnen zeggen dat Green Cross eigenlijk dé wereldwijde organisatie is die de kwalijke gevolgen aanpakt en probeert te voorkomen die door het dienen van kleine belangetjes, kortzichtige kleine belangetjes en rampen al dan niet door die kortzichtige belangen ontstaan worden toegebracht aan het veel grotere belang van de mensheid en de gelijkwaardigheid van mensen en de aarde in zijn geheel. We zijn een beetje anders dan Greenpeace. We zijn geen activisten, maar we pakken projecten aan. Dat Fukushima-project er ook een van. Nederland was een van de 5 oprichters aan de basis van Green Cross. Ruud Lubbers heeft zich daar heel druk over gemaakt. In de tijd heeft ook geld vanuit Nederland beschikbaar gesteld. We hebben bij het Vredespaleis destijds de Nederlandse afdeling opgericht. Zie je daar links een plaatje van. Gouden plant, dat er nog wel hoop zou kunnen zijn. Vanwege Nederlands grote rol in de organisatie zijn we als Green Cross Nederland bij heel veel projecten wereldwijd betrokken. Waaronder dat project in Fukushima. En een van de belangrijkste dingen die we als Green Cross doen, wij ondersteunen en helpen bij het bereiken van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van onder andere de VN. En daar hoort bij armoedebestrijding, hongerbestrijding, goede gezondheid, goede educatie, mensen opleiden. Dit soort boeken als die Tinkerbell nu geschreven heeft, draagt enorm bij dit soort presentaties aan het bewustzijn van mensen. Ondanks de lastige, het lastige begrip van atoomenergie is het wel iets wat onze wereld enorm bezighoudt, maar wat ons tegelijkertijd de lampen laat branden. Dus dat zijn al die rare tegenstrijdigheden. En wij proberen als Green Cross proberen we een doel te zetten dat we de ellende niet meer nodig hebben en de vruchten wel kunnen plukken van nieuwe technieken bijvoorbeeld. Green Cross Fukushima project, waar wij elkaar hebben leren kennen, dat is maar één van de vele projecten. En we steunen daar als Green Cross onder andere de communities, de gemeenschappen die daar zijn getroffen. Kinderen die in angst zijn opgegroeid. En we helpen eigenlijk dagelijks bij de consequenties van de angst en de gevolgen, besmetting die daar nog plaatsvindt. En je ziet daar rechtsonder dat verfrommelde fotootje, zeg maar. Dat zijn kinderen die door Green Cross een vakantie krijgen aangeboden om eens even te ontspannen van al die stress waar ze in zitten. Tinkerbell's eerste confrontatieproject was snel bedacht. Ik was er toevallig bij. We hebben daar even staan praten. Je ziet het toen nog in vol ornaat op de eerste trip, of niet? Dat is later wat anders geworden. Dat is hetzelfde gebied waar zij dus later een aantal weken overnacht heeft. En hier nog met masker, pet en wasbare kleding. Het officiële devies, heeft Tinkerbell net ook al iets over gezegd, in Japan. Want daar bestaat burgerlijke ongehoorzaamheid niet. Dus dat was een hele schok toen door de Japanse bus de bloemetjes in Tinkerbell's onderbroek gestoken werden. Maar het formele devies was: pluk geen bloemetjes, geen planten, kom nergens aan. Vooral niet aan de besmette grond, want daar liggen al die deeltjes, die straling uit. En als je dat meeneemt, wie weet, wat gebeurt er dan? Draag beschermende kleding, neem een dosimeter mee, maar zoals we net ook al gezegd hebben, dat komt in het boek uitgebreid tot uitdrukking. Meer mensen stierven toen door angst voor besmetting dan door de besmetting zelf. In Tsjernobyl was dat overigens anders. Want hier was al dagen van tevoren bekend dat die explosie mogelijk zou kunnen gaan plaatsvinden. En het is een ander soort explosie geweest ook. Maar het project van Tinkerbell was geboren. Zeg ik het niet goed? Ik zie vraagtekens bij jou. Ja, nou, ik heb natuurlijk niet verdiept in Tsjernobyl, maar ik heb toevallig onlangs met een communicatie-expert gesproken die veel onderzoek heeft gedaan in Tsjernobyl. Mm-hmm. Naar communicatie. En hij vertelde dat er zijn inderdaad wel doden in Tsjernobyl, maar ook niet zoveel. Nee, er zijn 2 hele grote verschillen tussen Tsjernobyl en Fukushima. Het eerste grote verschil is dat de Russische overheid 10 dagen heeft gewacht met tegen mensen zeggen: oh, misschien is het een goed idee als jullie hier weggaan. Klopt, ja. En in Japan is dat meteen gebeurd. Ander groot verschil is dat Fukushima Daiichi Power Plant ligt aan de kust. En
Pripyat in Oekraïne is natuurlijk midden in het continent. En eigenlijk in Japan hebben ze geluk gehad dat de wind zo stond dat in eerste instantie de deeltjes de oceaan over zijn gevlogen en in het water zijn terechtgekomen, waar het niet zoveel kwaad kan, omdat het dan heel erg wordt verspreid. En ja, midden in het continent kan iets niet in de oceaan belanden. Dus dat zijn de grote verschillen. Maar deze communicatie-expert vertelde me dat ook in Oekraïne heel veel mensen zich melden in het ziekenhuis met allerlei klachten. Ja, dat wat gewoon hypochonder was. En hypochonder betekent natuurlijk niet dat je niet echt een klacht hebt. Mensen voelen zich echt ziek. Ja. En ook daar zijn mensen dus echt ziek geworden door angst en ook aan overleden. Ja, klopt. Wim, nog wat aan te vullen wellicht tussen die twee? Ja, ik weet niet of je moet... Kort hoor, begrijp ik. Nou, ik weet niet of je moet zeggen ze zijn overleden door angst. Dat vind ik een rare... Dat veroorzaakt stress. Ze zijn door angst overleden. Nee, er is daar een te hoog stralingsniveau. Mensen moeten weg. En ze komen dan... Het is maatschappelijke ontwrichting. Dus ze zijn doodgegaan door de maatschappelijke ontwrichting. Die is ontstaan door het kernongeluk. Ik zou zeggen en die ontwrichting die ontstaat omdat er heel veel radioactiviteit bij vrijkomt. Die zelfmoorden zijn natuurlijk ook wel uit angst. Puur uit angst. Wat daar gebeurt. Maar goed, ik schakel even door. Ja. Ik heb hier nog een mooi plaatje. Maar bedankt. Een mooi plaatje from the sunny side of the street. En dit is de andere kant van de straat. Dus... Hier plukte Katinka de bloemetjes en de plantjes van de besmette aarde in het zonnetje. Maar dat was alleen aan één kant van de straat, want aan de overkant mag ongeveer 300 jaar niemand meer komen. Zoals Wim net uitlegde, 10 keer halfwaarde tijd van het cesium is 10 keer 30 zoveel, comma zoveel jaar, is 300 jaar. Of ik het precies goed zeg, weet ik niet. Ik heb er een vraagtekentje bij staan, maar in die orde van grootte moet je dat zien. Dat is dus het verschil tussen twee kanten van de straat. En dit is die grens waar Katinka het net over had, tussen zone 2 en 3. Echt een fysieke grens. Verderop, op dat stukje, heb je net ook al gezien, wordt besmette grond afgeschraapt om de hoog radioactieve deeltjes in big bags te stoppen en op te slaan, zodat het gebied weer veilig, tussen aanhalingstekens, wordt voor landbouw en om te wonen. En zo worden de economische effecten van de nucleaire halfwaardetijd, waar Wim het net over had, bestreden. Een paar jaar schrapen is gunstiger dan een paar honderd jaar dead zone, economisch gezien. Dat is zoals ik het geconcludeerd heb, maar misschien zie ik dat ook helemaal verkeerd. Ja. Tijdelijke opslag aan zee van die zwarte zakken die daar staan, direct aan zee. Hopend dat er geen volgende golf komt, dat die in ieder geval komt als die rommel weg is. Maar waar moet het dan heen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Beetje merkwaardige manier van opslag. Wim liet net ook een plaatje zien van die tanks die er allemaal zijn geplaatst. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die 300.000 liter, klopt dat, water per dag. Die daar nog steeds al 7 jaar lang de oceaan in stroomt. Klopt dat, 300.000 liter of zoiets? Halve feiten. Hou hem alsjeblieft even gewoon bij jouw voordracht nu. Ja, maar hoe en waar kun je dat nog opslaan? Ze zijn bezig geweest om dat hoogradioactieve water dus in die tanks op te slaan. Goed. Ik kom aan mijn laatste plaatjes toe. Wij denken bij Green Cross, als je mogelijk schadelijke gevolgen van je handelen niet gegarandeerd kunt voorkomen of oplossen, begin er dan niet aan. Dat is eigenlijk de kern van één van de boodschappen waar wij achter staan. Want het is natuurlijk een beetje onoverzichtelijk om voor 240.000 jaar plutonium, wat voor maatregelen je ook als het 600 jaar is, terwijl we morgen nog niet weten hoe de wereld eruit ziet en wie er aan de macht is. Ik sluit af met... Van ons uit, als Green Cross, de grootst mogelijke compliment aan Tinkerbell. Want haar boek is zowel inzichtbevorderend en waardeveranderend. En de feitelijke verslaglegging daarin, die wekt op het hypochondere na misschien bijna een Floortje Dessing-reisgevoel op. Prachtig beschreven. Maar de confronterende verhalen en de conclusies die haar avonturen in Fukushima, die leiden bovendien, bijna met gevaar voor eigen leven, zal ik maar zeggen, in de opinie van de meeste mensen, naar het einde van de wereld. Ik ben namens Green Cross erg blij en trots dat wij dit bijzondere Tinkerbell-project mede mogelijk hebben kunnen maken. En ik dacht dat ik in mijn gesprek voor Wim zou zitten, dus ik heb nog een fotootje gevonden in mijn persoonlijke collectie waar wij allemaal in die pakken lopen. En daarachter bij het rode pijltje lopen Sanne, hier ook aanwezig ergens, en Wim in hun pak. Want zo gevaarlijk was het blijkbaar niet. Ik had geen pak aan. Nee, geen pak. Dank je wel. Die ga ik weer aan Bart geven. Ja. Wim, heel kort,
Want dan gaan we door naar Tinkerbell. Ja. Ik zie je soms, zag ik ook toen Tinkerbell aan het woord was, soms zit je een beetje te knikken of zo te schudden. En ik wil je wel, ik vind het ook raar namelijk om aan wat jou betreft feitelijke onjuistheden voorbij te gaan. Is er iets wat je net hoort waarvan je denkt, wacht, dat zeggen ze nu wel, maar dat ligt echt even anders. Vind ik nogal relevant. Nou ja, er zijn verschillende opmerkingen gemaakt waarvan ik denk, dat klopt niet. Er stroomt op dit moment geen of nauwelijks radioactief water in de oceaan. Op dit moment. En die vaat. Dat is één. Ja. Het tweede, dus moet ik een heel klein beetje uitleggen. Die reactoren worden nog steeds gekoeld, er wordt water ingegooid. En dat wordt weer opgepompt. Dat water is hoog radioactief. Dat wordt gereinigd. Dan is het nog heel licht radioactief. Dan zit er haast alleen nog maar tritium in. En het wordt in principe dan weer teruggepompt om weer te koelen. Maar wat er ondertussen gebeurt is dat de grondwater ook in die reactorkernen loopt. Want de boel is daar gebarsten. En dat wordt dus mee omhoog gepompt. Dus je pompt er zeg maar 10 liter in en je krijgt er 30 liter uit. Dus je houdt water over en dat wordt dus in die tanks opgeslagen. En dat gaat dag in dag uit en dat wordt maar meer en wordt maar meer. We hebben ze dus heel veel gedaan om die instroom van dat grondwater terug te dringen. Maar dat is nog waardoor niet gelukt dus. Nu op dit moment ze nog ongeveer eens in de twee weken een tank met water moeten vullen en dan weer moeten opslaan. Dus het maar dus wat wij tanks net zagen, dat bos van tanks, ja, dat groeit, ja, nog, ja, en niemand, ja, weet precies dat, wat daar weer mee moet. Begrijp, nou ja, ik dat goed? En dan kom je wel een beetje op de angst. Zal ik daar iets over zeggen? De angst die daar bestaat. Ja. Ja. Wat er dus gebeurde is dat in het begin was het zeer hoog radioactief water. Daar is dus een hele chemische fabriek neergezet om dat te reinigen, te filteren. Er blijft heel licht radioactief water over, zit voornamelijk tritium. En bij andere centrales ontstaat ook tritium, dat is water, een bepaalde vorm van water. En dat wordt gewoon geloosd in de oceaan. Overal in de wereld, zonder enige discussie. Nou zouden die mensen in TEPCO, die eigenaars, zouden het eigenlijk ook willen doen. Maar die vissers daar, die zijn er zwaar tegen. Want ze hebben al jarenlang niet mogen vissen. Want er waren misschien radioactieve vissen wel in de oceaan. En dat was ook zo in het begin. Die zijn ook gevonden. Ja, die zijn echt gevonden. Maar heel beperkt. En ze zijn bang. Nu kunnen ze weer hun vis verkopen. In heel Zuidoost-Azië. En ze zijn bang dat als er nu dat licht radioactieve water, dat tritium wordt geloosd op de oceaan bij Fukushima, dat ze dan weer een negatieve publiciteitsgolf over zich heen krijgen. Dus die vissers, die zijn er zwaar tegen. Helder. Dus en die eigenaar zegt, nou ja, dan slaan we het voorlopig maar op. En over, weet ik, we zien wel een we zien keer wel hoe wat we daar ooit mee doen. Eigenlijk, wat we daarmee gaan zoals doen. Dus ook de vraag is, wat al die zwarte zakken, wat daar ooit mee gebeuren moet. Tink. Dat wordt opgeslagen. Ik stel voor dat jij wil een getuigenverklaring voorlezen. Van, ja, een van de geëvacueerden die jij hebt gesproken. Dat precies, je dat nu precies doet. Ja, dat ga ik doen. Ja, we zitten een beetje met de tijd. Dus we kunnen eigenlijk gewoon dagen, ja, doorpraten. Echt, hier. Ja, ja, al heel precies snel. Ja. Een van de eerste aanleidingen voor mij om een boek te willen schrijven was de storytelling group waar ik kwam, waar verhalen werden gedeeld van mensen die moesten evacueren. En ik heb er een aantal opgeschreven en ik ga er eentje voorlezen om een beetje een idee te geven van wat daar nu gebeurde, wat er in mensen omging en, nou ja, hoe dat ging. Want het is eigenlijk iets wat de media hier in ieder geval, voor zover ik weet, niet heeft bereikt. Dit is een verklaring van mevrouw Matsumoto. En ik zeg het vast verkeerd. Shiharu. Ze is 68. Het regende. Samen met mijn man en zoon woonde ik in Tomioka. We woonden fijn en we verbouwden aardappelen in onze tuin. Mijn man was ambtenaar en mijn zoon werkte als bejaardenverzorger. Zelf werkte ik voor een bedrijf dat onderdelen voor de kerncentrale verkocht. En toen het gebeurde, zat ik alleen met een vrouwelijke collega op kantoor. De aardbeving was heviger dan alle andere aardbevingen, dus we renden naar buiten. Alles schudde, zelfs de auto's op de parkeerplaats. Het duurde lang en het water steeg tot de straten onderliepen. Het riool stroomde over. 'S Avonds overlegden we met de familie en besloten we naar mijn dochter in Tokio te reizen. Het was echter zo druk op de wegen dat we tot de volgende dag, zaterdag, moesten wachten. De elektriciteit was uitgevallen en er was ook geen water. Toen we wilden vertrekken, werden zowel mijn man als mijn zoon opgeroepen.
Want als ambtenaar moet je beschikbaar zijn. En oude mensen hadden extra hulp nodig. Allebei bleven ze 3 dagen weg, zonder dat ik iets hoorde. Ik zat alleen in het huis zonder voorzieningen en ik was doodongerust. Ik ging naar mijn buur en samen kookten we water. Die zondag hoorden we dat we moesten evacueren naar Kawauchi. Ik vertrok zonder mijn man en zoon. En omdat er ruimte in mijn auto was, reden 4 buren met me mee. Normaal gesproken is het 20 minuten rijden, maar die dag deden we er 4 uur over. Er was een enorme lange rij met auto's en we stonden helemaal achteraan. Toen ik het raampje van de auto opende voor wat frisse lucht, kwam er meteen een politieagent die zei dat we de ramen dicht moesten houden. Dat was het moment dat ik me realiseerde dat er iets mis was bij de kerncentrale. Ik zag dat alle agenten beschermende pakken en maskers droegen. Er moest straling zijn gelekt, maar niemand vertelde ons iets. Toen we in Kawauchi kwamen, waren de opvangplaatsen vol. Een van de buren die in mijn auto zat, had nog een oud huis in Miyakoshi, een dorp iets verderop. Daar gingen we heen. Haar ouders woonden daar en toen we aankwamen maakten ze rijstballen voor ons. In het dorp werden boodschappen omgeroepen door luidsprekers. Er werd omgeroepen dat iedereen moest evacueren. Maar nog steeds zei niemand iets over radioactieve straling. Maar ik wist dat dat het moest zijn. We reden naar Tamura High School in Miharu, waar we met heel veel mensen samen werden opgevangen. Ook mijn man en zoon kwamen daar naartoe. Ik was heel erg blij ze weer te zien. We sliepen op de harde vloer en we maakten gebruik van een vies toilet dat er slechts bestond uit een gat in de grond. Veel mensen klaagden en er werd er iets betere toiletvoorziening geregeld. Voor mij was dat voldoende, maar voor veel mensen was de situatie zeer problematisch. In een grote schoolkeuken werd eten gemaakt, rijstballen en groenten. We bleven 10 dagen. Toen reisden we door naar een andere opvanglocatie, Sawaishi Kayan. Een gebouw waar honderden mensen verbleven. Daar sliepen we op tatami van handgevlochten gras. De man die deze matten maakte had ze gedoneerd, zodat we niet op de harde vloer hoefden te liggen. Maar iedereen lag bij elkaar. 'S Nachts hoorde je de mensen snurken. Natuurlijk hadden we gelukkig genoeg te eten doordat boeren uit de omgeving groenten brachten die de vrouwen kookten in de openbare keuken. We bleven hier iets korter dan een maand. Rond die tijd kregen de meeste mensen tijdelijke huizen aangeboden, dus ging de opvang dicht. Maar wij kregen dit niet, omdat mijn man ambtenaar is. Als ambtenaar dien je de bevolking en dus moet je voor jezelf zorgen. We vonden snel een appartement in Koriyama en hoefden gelukkig slechts 1 nacht te overbruggen, waarin we in een andere gymzaal sliepen. De eerste 2 jaar woonde onze zoon bij ons in het appartement in Koriyama. Daarna moest hij naar Iwaki verhuizen, omdat de meeste oude mensen daarheen waren geëvacueerd. Soms kwamen mijn kleinkinderen op bezoek, maar niet vaak, want het appartement in Koriyama was te klein om mensen te ontvangen. Ik wilde heel erg graag weer een groter huis, dichter bij ons oude huis in Tomioka. Terugverhuizen gaat niet, omdat ons huis in de no-return zone ligt. Gelukkig vonden we wel een wat groter huis in Koriyama. Mijn man gaat af en toe kijken in ons oude huis. Er is geen grote schade, maar of ik, als het ooit kan, nog terug zou willen, dat weet ik niet. Wanneer ik in Tomioka ben, ga ik vaak even naar Tomioka's salon. Dat is een winkel waar je gereedschap en chemicaliën kan kopen. Ik haal daar dan materialen om mensen te kunnen helpen met het herstellen van hun huis. Ondertussen ben ik gesetteld in ons nieuwe huis in Koriyama, maar het maakt me verdrietig om geen inwoner van Tomioka meer te zijn. Soms twijfel ik of we niet toch zouden moeten verhuizen. Maar mijn man is nu gepensioneerd en we hebben afstand gedaan van ons land. Dat staat nu vol met zwarte zakken vol radioactief afval. Het doet pijn om dat te zien. Jaren voor de ramp hoorde ik op mijn werk een keer een gesprek tussen medewerkers van TEPCO, de eigenaar van de kerncentrale. Ze vroegen zich hardop af hoe het toch mogelijk was dat er mensen waren die zo dicht bij de centrale wilden wonen. Ik maak me ook zorgen over het vervuilde water bij de reactor. Ik ben gaan kijken en ze bouwen daar nu een ondergrondse opslag voor de vervuilde grond uit de omgeving. Ze zeggen dat die opslag voor de komende 300 jaar veilig is, maar eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Toen we moesten evacueren, wist niemand wat er aan de hand was, behalve het TEPCO-personeel. Zij kregen direct bescherming, terwijl de gewone mensen moesten raden wat er aan de hand was. Zelfs later werden we niet op de hoogte gebracht van de gevaren. Ik ga Geert bij het gesprek betrekken. Geert van der Varst. Ik zei het al, jij bent woordvoerder geweest bij Schiphol. Werd later woordvoerder bij de Partij van de Arbeid. Ik kan wel zeggen dat communicatie jouw vak is.
We hebben Tinkerbell nu een getuigenverklaring horen voorlezen. En wat dan opvalt is eigenlijk dat er van alles gebeurt. Er op dat moment nog niet wordt gecommuniceerd. Je hebt ooit opgevangen dat mensen van TEPCO zelf het bijzonder vinden dat er andere mensen zijn die vrijwillig zo dicht op een kerncentrale wonen. Dus daar leeft in zo'n gemeenschap al langer een soort achterdocht of alertheid. En dan gaat het mis. Wat kun je doen? Wat zijn de vuistregels in het handboek van communicatie? Even heel simpel gesteld. Die dan in werking treden. Wat is het vertrekpunt als het om communiceren en vertrouwen gaat in tijden van ramp en tegenspoed? Het vertrekpunt. Ik denk dat trouwens Tinkerbell in dit boek met die getuigenverklaringen doet dat heel goed. Het vertrekpunt is altijd bij iedere vorm van communicatie is dat je redeneert vanuit de ontvanger. En dat klinkt buitengewoon logisch. Maar zeker bij rampen zie je toch heel vaak dat de beschikbare informatie of het instituut namens wie er gecommuniceerd wordt, dat dat leidend is voor de communicatie. En dat is primair verkeerd. Mensen zitten in onzekerheid en ik denk dat onzekerheid de grootste voedingsbron is voor angst. Je weet het niet. En het probleem een beetje is bij grote rampen is dat je de eerste aantal uren, of misschien zelfs ooit, nooit zult weten wat er precies aan de hand is. Dus je zult dan laat ik zo zeggen. Wat ik net grappig vond is toen meneer Turkenburg hier, die was hier aan het spreken. En wat je meteen krijgt, is je krijgt allemaal vragen uit de zaal. En dat is een soort van, is een soort controledrift die er ontstaat van ik wil dit bevatten. Want als ik het bevat, ja, dan kan ik zelf wel even inschatten hoe gevaarlijk het is. In het boek van Tinkerbell staat heel terecht van ja, we hebben hier continu te maken met gevaren. Hè? Er zijn mensen die roken, je drinkt alcohol, je weet ik wat. Maar daarvan heb je het gevoel, of je fietst hier in Amsterdam op straat, laten we wel wezen. Dat is op zichzelf al een vrij hachelijke onderneming die je door de bank genomen iets gevaarlijker is dan wonen naast een kerncentrale. Maar toch accepteren mensen daarvan dat gevaar. Waarom? Omdat ze het gevoel hebben, hier heb ik een soort van controle over. Radioactiviteit is zo'n beetje de ergste angst die er is, omdat die deeltjes, die zijn natuurlijk niet te zien. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar toen Tinkerbell net dat citroentje op die vloer gooide, toen dacht ik meteen, ga weg met dat ding. Weet je wel? Dat is eng, want er komt iets uit en je ziet het niet. En je weet niet wat de effecten zijn. En zelfs al ligt hier een radioactief ding, dan word ik er waarschijnlijk niet ziek van, maar over een jaar of 30 heb ik kanker. En dan is ook nog maar eens de vraag of het daardoor komt. Ja, maar er zit nog een element, wat notabene door Tinkerbell zelf wordt opgemerkt in het begin van haar boek. Namelijk, experts zijn het niet met elkaar eens. Ja. Ik hoor ze ruzie maken en felle debatten voeren. Nou, ik heb aandachtig geluisterd naar Wim. Wat in mijn geval niet gelijk staat aan begrijpen wat je nou precies hebt gezegd. Nee, sorry. Cesium geeft de grootste problemen. Maar concreet heb ik geen voorstelling van het probleem cesium. Dat neem ik dan van je aan, snap je? Ik kan in deze positie niets anders dan naar jou luisteren en proberen überhaupt te snappen wat je me vertelt. Maar vechtende experts, nucleaire energie, snap je, als zelfs experts het niet met elkaar eens zijn, hoe kun je dan verwachten van mensen op dat moment in Fukushima dat ze blind varen op wat de experts met hen communiceren? Hey, ik wil wel even iets nog zeggen over wat er precies gebeurde. Ik heb natuurlijk net die verklaring voorgelezen. Dat is maar één. Maar als ik even alles samenvat van wat gebeurde er nu na die ramp en qua communicatie technisch. Er werd dus niet verteld wat er aan de hand was. De mensen wisten het niet of ze hoorden zo via wat. En dat maakte eigenlijk vrij snel de overheid onbetrouwbaar. Want de overheid vertelde niet wat er aan de hand was. Wacht, er zijn twee verschillende dingen. Want je zei, ze vertelde niet, en in het boek staat ook een voorbeeld dat ze iets vertelde, namelijk wat niet klopte. Ja, ook onvolledig ook, was. Ja, het verschilt ook per locatie en per persoon. Dus er zijn onvolledige verhalen verteld, er zijn onjuiste verhalen verteld en er zijn mensen niet geïnformeerd. Dat gebeurde allemaal. Dat maakte voor mensen die overheid onbetrouwbaar. En het maakte TEPCO onbetrouwbaar, omdat TEPCO-medewerkers, dus eigenaar van die centrale, die wisten kennelijk wel hoe gevaarlijk het was, want die gingen meteen ver weg, terwijl de gewone mensen nog niet zo heel ver weg werden geëvacueerd. Doordat het
is er nog, ja. Doordat de overheid en TEPCO onbetrouwbaar werden, werd ook voor heel veel mensen de wetenschap onbetrouwbaar, omdat wetenschap wordt betaald door overheid en TEPCO. En dan krijg je een situatie, en dat is daar volgens mij gebeurd, dat de drie belangrijkste bronnen van informatie onbetrouwbaar worden en dan moet je dus gaan shoppen. En waar je dan vrij snel terechtkomt, is in een wereld waar wij doorgaans niet zoveel van meekrijgen, maar dat is de wereld van de diehard activisten die geloven dat chemtrails een complot zijn van onze overheid om ons allemaal uit te moorden. En als dat je belangrijkste bron van informatie wordt, dan wordt het wel ingewikkeld. En dat is er volgens mij gebeurd. Wim, heel snel. Jou bij mijn vraag over die vechtende experts nee knikken, want ze zijn het allemaal met elkaar eens. Ja, kijk. Tinkerbell heeft dit zo ervaren. Ik bedoel, ik wil haar ervaring niet ontkennen. Maar ik zat in die groep, in die eerste reis, en daar praten ze over en zaten daar. Ja, en dan is dus ook de vraag, wie is de expert? Als je helemaal niks weet, is iedereen die er verder rondloopt, is waarschijnlijk een expert. Dus mijn buurman hier is net zozeer een expert voor Tinkerbell als ze er voor het eerst bij is, als ik dat ben. En ik zal zeggen, sorry, jij bent geen expert. Ik ben het tot op zekere hoogte. Dus wat zijn experts? Er waren in die reis misschien, wat zou ik zeggen, echt experts, een stuk of 5, 6. Dus heel veel mensen die in die reis waren, een groep van, hoeveel waren we? 30 geloof ik, ik weet niet meer precies. 20 denk ik. Die zijn daarover aan het praten met elkaar. Wat is er gebeurd? En de een vertelt dit en de ander vertelt dat. Zoals hij net zegt, van, dus er wordt heel veel raad die waarde geloofd. En ik zeg, nee, dat is niet zo. Dus dan zijn dan de experts het met elkaar oneens? Je moet dus naar het totale communicatieproces kijken. Wie zijn de experts en wie noemen zich experts, maar zijn het niet? Want die zijn er ook. Ik weet niet of jullie dat weten, maar vandaag was Anne Fleur Dekker op de radio als expert over Rusland. Dus dat is zeg maar... Fake news. zoals andere nieuwe goed gesteld met expertise. Ik expert over Fukushima vinden. Ja, dus wanneer ben je expert? Daar zit nog een groot probleem. Want op het moment dat je expert uitnodigt, en zeker als je meneer Turkenbeur bij Nieuwsuur, en ik heb het destijds ook gezien, dan zat daar iemand en die zei van, nou ja, kijk, zo'n nieuwsjournalist die vraagt van, zijn die mensen daar in gevaar? En dan komt er een antwoord dat zegt, ja, dat kun je zo niet zeggen. Ja, dat is niet wat mensen willen horen en dat is een beetje het probleem. En mensen willen zekerheid. Mensen willen gewoon basale zekerheid over de meest elementaire dingen in hun leven, te weten, ga ik dood? Nou, daar wil je een verantwoord op en het liefste is het antwoord daarvan nee. Ja. En op het moment, ja, en als meneer Turkenburg dan zegt, niks aan de hand dames en heren, en meneer Turkenburg staat bekend als iemand die weet waar het over gaat, dan zeggen die mensen fijn en dan gaan ze slapen. Het probleem alleen is, je kunt dat antwoord natuurlijk nooit geven. En of dat nou gaat over Fukushima of op veel kleinere schaal over een ramp in... Ik bedoel, in Nederland hebben we de Moerdijkbrand gehad. Toen stond er iets in de fik in Moerdijk. Ja. En vervolgens die eerste uren daarna was heel lang onduidelijk in hoeverre zijn die stoffen die daar uitkomen, zijn die schadelijk voor het publiek. Die mensen in die regio, die werden gek. En dat snap ik. Want ik zou ook gek worden. En bij Nieuwsuur zat een meneer en die zei, ja, in principe is iedere stof die verbrandt is schadelijk. Ja, die mensen werden nog gekker. En dan moet je dus, ja, maar dan is dus de vraag van wat doe je als overheid om ervoor te zorgen dat je enerzijds een voldoende bewustwording hebt van ja, nou ja, dit is niet oké, ramen en deuren gesloten houden. Maar voorkom je ook weer een bepaalde soort exodus van half West-Nederland richting Duitsland. Ja. En daar die balans, dat is geen, in tegenstelling tot kernfysica, is dat geen harde wetenschap. Maar dus je moet de vraag stellen, wanneer vind jij iets veilig? Ja, maar dit soort antwoorden willen mensen thuis niet horen. Nee, maar daar gaat het om. Want je gaf het voorbeeld van het verkeer. Jij vindt kennelijk fietsen door het verkeer wel veilig. Het is heel erg gevaarlijk en hier. En naast de kerncentrale wonen vind je onveilig. Ja, en dan zeg je dat is irrationeel. Maar waarschijnlijk. Wim, heel kort. Begrijp je wel waarom mensen bang zijn voor kernenergie? Of is dat iets wat jij al helemaal... Oh wel, dat snap je wel. Nee, je kan ook dat het voor jou zo helder geen gevaar is dat je helemaal niet meer snapt waar iedereen zich druk om maakt. Dat kan toch? Nou ja, goed. Ik ben sinds 1972 ben ik met kernenergievraagstuk bezig. En destijds met Roel van Duin ben ik begonnen met me in te zetten tegen de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Ik vond dat er een bezinningsperiode moest komen om na te denken over de gevaren van kernenergie.
En die moest je goed afwegen en kijken of er geen alternatieven waren. Ja. En als je die dan acceptabel vindt, dan mag je van mij doorgaan. Maar er zullen er andere mensen zijn die vinden dat je niet moet doorgaan. Ja, helder. Dus ik sta daar, ik ben niet principieel afwijzend tegenover kernenergie, maar sta er kritisch tegenover. En ik wil zo feitelijk mogen communiceren. Dat klopt, ja. Nee, ja, helder. En dank daarvoor. Ik wil even kort een paar vragen. Meneer? Nog steeds niet helemaal helder waar het boek nou precies over gaat. Daar wil ik toch even een vraag over stellen. Ik hoor van Tinkerbell dat ze zegt van wij werden allemaal in witte pakken gehezen en dat was eigenlijk niet nodig. Ik hoor iets dat het over communicatie gaat. Dus is de angst ontstaan omdat er foute communicatiestructuren zijn geboren? Of is de angst ontstaan omdat er eigenlijk een beetje overdreven allerlei... Nou, u begrijpt in ieder geval waar het boek over gaat. Dat vat u toch heel helder samen, namelijk over angst. En vervolgens wordt gefileerd door Tinkerbell waar die angst vandaan komt. En die hangt samen met communicatievraagstukken, als ook met vooroordelen over kernenergie. En je gaat in op wat je met communicatie had kunnen doen om dat te voorkomen. Maar ga zelf even in op wat deze meneer verduidelijkt wil hebben. Ik ben met name benieuwd, want je had het over Tsjernobyl. Pas na 10 dagen werden de mensen gewaarschuwd. Hier werden de mensen direct gewaarschuwd. Maar ik hoor ook dat dat water wat nu nog opgeslagen wordt eigenlijk best weggevloeid kan laten worden. Ik zal even helder vertellen waar het boek niet over gaat. Het boek is geen wetenschappelijk boek. Dus we hebben het hier. We hebben hier een hele fijne een wetenschapper aan tafel of op het podium. Wat heel prettig is om een soort ook wetenschappelijke context te geven. Maar ik ben geen wetenschapper, ik ben geen expert. In een van de eerste pagina's van het boek schrijf ik ook: ik ben een leek. En wat ik heb gewild, is dat ik op dezelfde level zou kijken naar de situatie als bewoners. Want bewoners daar waren natuurlijk ook leek. En ik wilde dat invoelen en ik wilde gewoon meegaan op wat maak je nu mee, wat gebeurt hier nu en wat gaat er dan mis? En dat heb ik geanalyseerd. En natuurlijk trek ik wel op een gegeven moment, nadat ik 7 weken daar heb rondgelopen, met mensen heb gepraat, heb gekeken hoe de bloemetjes groeien, trek ik ook wel conclusies. Maar die zijn niet wetenschappelijk. Het is een observatie. En dat is wat ik beschrijf. Helder. Ik wil nog even naar een andere vraag. Ja, ik kan ze niet allemaal gaan doen, want dan lopen we echt extreem uit. Nou, een korte vraag over culturele verschillen op het gebied van communicatie. Je hebt natuurlijk wel te maken met Japan, dat een heel ander land is dan dat Nederland is. Was dat uw opmerking? Japan is een hele goede vraag. Japan is een enorm gesloten gemeenschap. En je ziet daar dat industrie, media en politiek, ik heb het echt zelf meegemaakt van dichtbij, hoogleraren die daar hun mond niet open te doen omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Dat is echt, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog compleet veranderd. In Japan zie je nog heel veel oude structuren. Maar die culturele verschillen met het Westen, met Nederland, die zijn gigantisch. En daar is nu niet over gesproken. Ik weet niet of dat ook de plek komt is. Nog. Dus komt ik denk nog. Dat we dit even moeten laten liggen en dan bij SB leggen. Ja, want we hebben straks nog de live verbinding met SB. En ik stel eigenlijk voor dat we nu een filmpje nog gaan kijken over Tinkerbell die lokale rijst voor ons in beeld brengt. Begrijp ik dat nog goed? Ja, dat begrijp je goed. We gaan naar rijst kijken. Rijst kijken. Ik ben nu in een dorpje. Ik ben alweer de naam vergeten. Hoe heet het hier? Harmata. Ik vergeet het de naam steeds. Het is nog steeds in Fukushima en ook dit gebied is geëvacueerd na de ramp. Slechts een jaar, dus een beetje het buitengebied. Maar we hebben net boodschappen gedaan bij deze mooie dames. We zijn allemaal tussen de 80 en de 90 jaar oud en ze verbouwen van alles zelf. En ik heb hier lokale rijst en lokale snoepjes en kruiden en dergelijke gekocht. En jam. Zodat ik, als ik straks weer in Nederland ben en ook straks in Tokio, kan gaan koken met ingrediënten uit de restricted zone of de voormalig restricted zone Fukushima. En wie zin heeft, kom eten. We zijn even gestopt in Naraha Town. En ook nog Fukushima Prefecture.
Dit gebied is ook geëvacueerd geweest. En dit is een rijstveld. En sinds, ik weet echt niet precies sinds wanneer, sinds een tijdje mag de rijst weer verkocht worden ook. En wordt het gezien als veilig. Dus ik heb vandaag ook rijst gekocht. Die komt hier vandaan, uit deze omgeving. Aan deze kant wordt op dit moment geen rijst verbouwd. Aan deze kant wel. Dat heeft eigenlijk gewoon mee te maken dat het best wel moeilijk verkoopbaar is, de rijst nu. Dus het mag nu weer. Het is veilig volgens de Japanse overheid. Er wordt natuurlijk heel veel gemeten en getest. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die dat toch niet willen eten. Dan moet je het ook niet verbouwen als je het niet kunt verkopen. Het is hier wel echt prachtig. Linda is aan het filmen. Heel fijn om hier te zijn, omdat het zo rustig is. Het is weer wat anders dan het drukke stadsleven, wherever. En ik word helemaal zen hier. En ik ga dus deze rijst eten. Ik liet net de rijstvelden zien, daar. En we rijden dus met de auto net een stukje verder. En kijk wat we hier zien. Dit zijn duizenden zakken met contaminated soil, met radioactief afval. Nou, ja, op 30, 40 meter afstand van de rijst die hier verbouwd wordt. Lekker, maar it's all safe. Ondertussen zit ik te skypen met SB Brown. Can you hear me, SB? Yeah? Yes, I can hear you. Yes. How are you? I'm fine. How are you? Good to see you. It's in the middle of the night good. Now. Yes, good to see you too. We have to switch from screens. Just a sec. Uh-huh. Sure. Oh, yay. At least we hear it. At least, well, we start with just some questions, because did you see the film that we just showed? Yes, I did. You know the film, right? I saw the other ones as well. Yeah. Yeah, because I showed a rice field in Fukushima in Naraha town. Yes. And yes. I believe that most people here find it really weird that rice from a field just like 30 or 40 meters from contaminated soil is safe to eat. Right. Can you explain that? Yes. Well, like everything, contamination is measurable, and it can be identified, localized, and there's a lot of methods for remediating the agricultural fields, and the farmers, with assistance from the government, spent a lot of time learning how to grow rice with very little or almost no cesium in it. And it's really through their efforts. And they have been measuring every bag of rice
grown in Fukushima for the past 5 or 6 years. And the last 3 years, none of it has come up with cesium that's above the allowable level, and most of it is no cesium at all. So it really is, you know, a scientific process, and I can understand how people can be skeptical. We don't trust the government and who's measuring, et cetera. But the fact is, there's a lot of independent citizens groups as well, many of whom are anti-nuclear, who are also measuring this stuff, and they're coming up with the same conclusion that the cesium in this is very, very low. So it's a scientific process, and only possible because of these tremendous efforts that farmers have been making, and of course the assistance of the government bodies and the agricultural cooperatives has been essential as well. Okay, I will translate it just shortly, just a sec. Ik heb hier Esby op Skype. Het is heel jammer dat er gaat technisch iets mis. Dat jullie hem niet kunnen zien. Dus ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Ik heb Esby dus gevraagd van... hoe kan het dat de reis die we net in het filmpje hebben gezien... die echt op heel korte afstand staat van heel veel zakken met grond die radioactief is... hoe kan het dat die reis niet besmet is? Want dat is dus het geval. En hij vertelt dat is een chemisch proces... ik heb zelf een boer bezocht in Kawauchi die rijst bleef verbouwen, ook direct na de ramp. En zijn eigen rijst ging meten. En het bleek dus, want er wordt veel gewaarschuwd voor rijst uit Japan, dat rijst bijna geen radioactieve deeltjes, dus cesium, opneemt uit de bodem. Dus ook al is een bodem ernstig vervuild, dan nog... is het eigenlijk niet mogelijk dat de rijst zelf vervuild is van straling... omdat dat gewoon niet wordt opgenomen. En er is een verschil tussen heel veel verschillende soorten gewassen. En rijst is dus een gewas wat weinig straling opneemt. Sorry, I had to translate a little bit, Asby. It's fine. it's in the middle of the night, so we'll keep it short for you. You're one of the founders of Safecast. And you haven't read my book because it's in Dutch. I will send you a translation soon. But in my book, I write that I think that Safecast is the most reliable source, maybe, according to when it comes to the measuring of radiation worldwide. But can you explain a little bit about what is Safecast and why is it founded? Yes, like everyone in Japan, you know, well, first of all, most of the core members of Safecast were living in Japan for a long time. And when the accident happened, we were very concerned. We didn't know what was happening. The information from the government and media did not seem reliable. And we decided we would have to find out for ourselves. And developed a system, a hardware system based on open source, techniques to measure radiation from a moving car and to create maps that could be online. And it's all crowdsourced, all independent citizen-based work. And still at this point, it's still a volunteer organization. It grew into a global organization very quickly. And people found that we had the credibility that government did not have. We were also able to fill in these very big gaps in the government information. And because Safecast is not anti-nuclear and not pro-nuclear, we are pro-data, that made it possible for a lot of people to accept or be open to our data. And now it's very, very active and continuing for 7 years, and the project is just continuing to grow. And one example, in January this year, we were able to put a real-time radiation monitoring sensor only 2 kilometers from Fukushima Daiichi within the evacuated exclusionary zone. This required some cooperation from a government to allow us to do this. And this we did not think would ever happen. So our main point is that transparency is essential. Openness is essential. And most of the failures of government and TEPCO after the accident were not being transparent. And it's taken years, but little by little, it seems to be starting to change. I'm going to translate a little bit, I'll make it short.
Safecast is opgericht omdat er een groot gat was tussen de informatie die was gegeven en de informatie die er zou moeten zijn. En ook omdat mensen de overheid en TEPCO niet vertrouwden. En ze hebben dus een database opgericht waar alle data die wereldwijd wordt opgemeten bij elkaar komt. En ze zijn begonnen met rondrijden met auto's en zelf meten. Maar ze hebben een soort do-it-yourself kit ontwikkeld die je kunt bestellen, ook op de website van Safecast. Zodat jij zelf ook data kunt meten. En hierdoor hebben zij, ze zijn niet voor en niet tegen kernenergie, maar zij zijn vooral voor openheid van data. En voor transparantie en voor goede communicatie. I see that you're like, that's exactly what... Yeah. I will keep it short because people cannot see you because we have a technical problem. But I have one question. They don't speak English. Ik hoef niet te vertalen? Oh, okay. I have one final question, which is quite important, I guess, because you started Safecast because there was a gap between the information that was given and the information that should have been available. And now you're measuring for tomorrow. It's been 7 years since the first measurements you made, right? With the knowledge you have right now, do you think that we can trust the Japanese government? I would say the availability of alternatives of independent scientific data, for instance, by citizens like the people involved in Safecast, or the people who measured your blueberries, if you remember, the citizen lab. I do. It's I wrote about it in my book. Yeah, and because this information is available, I think it forces government to be more truthful. And I would say, when I look at the government maps, yes, their data, their radiation measurements match very closely to what Safecast finds. But I don't trust that they would do that unless there was some pressure by groups like Safecast. So I think we're in a new era where citizens can take control and don't have to depend on these experts who actually failed totally after the Fukushima disaster. Okay. Well, thank you, Asby. I'm sorry, we have to keep it short, and you stayed up all night, almost all night, especially for this. Okay. I stayed anyway. I am going to show a very short movie. Oh. Nee, als je eerst wel. Ja? Ik ben heel begeerd het woord geven, want die zit met iets. Ja, daar rond de meer van. Okay. After one question, I'm going to show one short movie. Oh, it's a compilation of me. It's made by filmmaker Linda Zwart, who is here somewhere, where you can see me measuring in both Tomioka, Namie, and also in the red zone. And to show that there are many different levels of radiation at almost the same spot, so that it's hard to say something about the levels of radiation because it differs. And sometimes there's just a meter distance and then, well, the difference can be huge. I think, do you have a question for Asby? No, okay. I think we're done with you for today, but I'm going to call you tomorrow, okay? Great. All right, wonderful. Thank you for having me. Thank you. Ja, dit is natuurlijk een prachtig initiatief en ook heel erg nodig. En we hadden het net heel even over die culturele verschillen. En ik denk dat daar een heel grote reden zit. Want als ik het boek ook lees, dan kom je heel erg duidelijk... de Japanse overheid gewoon bang is om ook maar iets negatiefs te vertellen. Dus dan zeggen ze of maar niks, of iets positiefs wat niet klopt. Wat echt fnuikend is. Want uiteindelijk, als je niks zegt, of als je iets zegt, dan moet dat in ieder geval kloppen. Want als je iets zegt wat niet klopt, en zeker als autoriteit, of dat nou de overheid is, of de gemeente, of de, wat is het, of voor mijn part een bedrijf, Schiphol, NS, maakt niet uit. Wat je zegt moet kloppen. Het probleem is een beetje, op het moment dat je dus zelf data gaat verzamelen, in dit geval geloof ik, en zeker omdat hier naast me iemand zit te knikken die zegt, nou, dat is een hartstikke mooi initiatief. Maar het probleem natuurlijk ook is dat je allerlei burgerinitiatieven hebt die ook dingen gaan doen en dan een beetje met nat vingerwerk. Noem eens iets met die kinderinentingen.
Dat is nou echt iets waarvan we in ieder geval in de westerse wereld door de bank genomen hebben afgesproken van, nou ja, het is verstandig als je je kind laat inenten tegen, laten we zeggen, polio. Want dat voorkomt dat je kind polio krijgt. Maar er is dus een hele groep mensen en het aantal mensen die daar sceptisch over zijn, groeit. En die hebben allemaal wetenschappelijke dingen. En als je maar internet lang genoeg afstruint, dan kom je allemaal rapporten tegen waaruit eigenlijk blijkt dat als je je kind laat inenten tegen polio, dan krijgen ze autisme. Ja, dat is voor iedere wetenschapper flauwekul van de bovenste plank. Maar toch, dus op het moment dat je als overheid niet meer betrouwbaar bent, dan heb je echt een probleem van enorme proporties. Ja, en dit is een goed initiatief. Je wilt dus ook niet de conclusie als vanzelfsprekend dat democratisering van informatie per definitie tot gezondere informatie of betrouwbaardere informatie leidt, zoals hier gezegd werd. Ik heb één andere vraag nog. We horen en zagen het filmpje ook, hè, over die rijstvelden. Mensen denken, daar ligt het afval, daar de rijst. Nou ja, je kunt mij wat mijs maken, maar ik raak hem niet aan. Het gaat in jouw boek dus ook weer over voor die meneer achter in de zaal. Dit is typisch waar het boek steeds op inzoomt. Hoe kun je, of nee, laat ik het anders zeggen. Is taal of zijn feiten sterk genoeg om de misschien wel sterkste emotie die een mens kan voelen, namelijk angst, te ondervangen of bestrijden? Kan dat? Ja, ik zie het. Ik kan me heel, een paar jaar geleden hadden we waren er in Duitsland, werden in één keer een hele hoop mensen ziek na het eten in een restaurant. En opeens kwam het door onze tomaten en komkommers. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen hebben we in de hele zomer geen komkommers en tomaten gegeten. Een minister die ging in een kas, ging die een rauwe komkommer eten om maar te laten zien dat er niks. Maar ik ga die rijst ook niet aanraken, want dat ding heeft naast. En ik snap het niet. Ik vind het eng. Nee, ja. Het is heel moeilijk. En ik denk dat je het uiteindelijk kan het wel. Maar je zult het proeven ondervindelijk. Zullen mensen weer. Ja, op een gegeven moment gingen mensen toch maar weer komkommers eten. Want ja, weet je wel, bleek tuinkersen zijn uit Marokko of zo. Weet ik veel wat het was. Dus dan oké, of zo. Weet je wel? Ja, maar het is wel relevant. Want je herkent dus toch die angst. Ik heb van die nucleaire bloemen er een paar gekregen. Ja. En die staan bij mij thuis. Maar ik heel even dacht ik, als mijn kinderen me daar niet rare beeld of zo van. Als ze het maar heel zeker weet. Het zit toch heel diep, Wim. Toch. Ja. Over die bloemetjes. Tinkerbell maakt zich daar natuurlijk ook in die zin ongerust over dat ze niet mensen met een onnodig groot risico wilden opzadelen. Want als je radioactiviteit verstuurt, voor mij mag het denk ik niet. Maar de vraag is, wanneer noem je iets radioactief? Maar dat is nooit een ze had aan mij gevraagd of ik dat wilde meten. En zit er radioactiviteit op en hoe groot is dat? En dat was dus heel licht radioactief besmet. Dat kun je dus meten met een hoopje. Ik had een Geiger teller bij me. En dan kon je dus het aantal counts merken. Dat hoopje gaf wat meer counts dan naast het hoopje, zeg maar. En dat was ongeveer een toename van 30%. Dat is heel licht radioactief. Ik heb er toen ook nog een rekensommetje opgemaakt. Want dan kun je dat allemaal terugrekenen naar hoeveel millisievert per jaar. En als je dat nou zo'n bloemetje het hele jaar hier op je borst draagt, wat voor stralingsbelasting krijg je dan? En hoe groot is dan de kans dat je uiteindelijk misschien toch nog een keer kanker krijgt over 20, 30 jaar? En als ik me goed herinner, ik heb die som toen aan haar gegeven. Misschien heb ik hem nog ergens, maar in mijn geheugen zit dat het eens 1 op de miljard mensen die zo'n bloemetje hier zou dragen, zou dan over 30 tot 40 jaar kanker kunnen krijgen. Nou, kijk, dan helpt het toch. Ik begreep niet alles, maar dit wel. Dus ik kan vanaf nu gewoon genieten van die kunst in mijn huis. Gewoon definitief, alles is nu opgehelderd. En over meter gesproken. Maar de ontvanger wist dit niet, hè? Hoeveel de straling erop zat. Daar ging mijn inleiding met geheimen van Tinkerbell over. Ik sprak de staatssecretaris toen van Milieu. En die wist echt niet hoe ze hiermee om moesten gaan. Nee, dat begrijp ik. Het envelop waar radioactiviteit in zat. Ik herinner me een cadeautje wat we kregen als Green Cross in Japan. Dat was een beker. En die bleek radioactief te zijn. Die is in het nucleaire lab onderzocht. Bleek heel ergens anders door te komen. Een bepaalde klei die gebruikt was. Ik weet niet meer precies waar het door kwam. Maar die was hoog radioactief. Iedereen schrok zich te barsten. Iedereen gaf die bekers terug. Ik heb ze nog, hoor. Oh ja, ik ook. Tuurlijk. Maar over meten en radioactief. Jij wilde het filmpje, hè, daar had je het net over met SB. Precies. Waarin we jou zien meten. Precies. Waarin je mij ziet. En nog even over voedsel uit Fukushima. Kijk, in Japan is meer dan hier en meer dan misschien wel waar dan ook, is het eergevoel is heel belangrijk. Dus mensen schamen zich snel en dat eergevoel is heel belangrijk. Dus er mag nooit iets misgaan. Waardoor boeren uit Fukushima heel extreem alles checken. En even uit mijn hoofd, even los van wat cesium is. Dat laten we even, dat snappen we toch niet. Wereldwijd hebben we met elkaar afgesproken dat, ik geloof,
100 becquerel cesium op 1 kilo voedsel vinden wij een acceptabel risico. Onthoud 100 becquerel. En in Fukushima hebben de boeren gezegd, dat vinden we te veel. Voedsel uit Fukushima mag nooit boven de 50 becquerel zitten. En in de praktijk gebeurt het eigenlijk zelden dat iets daar boven de 20 zit. En alles wat die provincie verlaat, wordt gecheckt. En daarom maak ik me geen zorgen. Wat ik even wil laten zien, een heel kort filmpje waaruit je kunt opmaken hoeveel verschillen er zijn in straling en hoe weinig het eigenlijk zegt als ergens de straling heel hoog is. Want er zijn allemaal redenen waardoor op sommige plekken de straling heel hoog kan zijn en een meter verder helemaal niet. Bijvoorbeeld in Fukushima in de red zone, of buiten de red zone zelfs, in bloembakken. Als je daar gaat meten, is de straling onwijs hoog. Waarom? Ja, die zijn dus net niet schoongemaakt. Dus de straat is schoongemaakt, de huizen zijn schoongemaakt. Maar de bloempotten die buiten stonden, ja, daar is niet de grond uitgehaald en ververst. En daardoor zitten daar veel deeltjes in. Ja. Kleine compilatie. Nukuma. 91 microsievert per uur. 0,47. 0,41, 40, 45, 40. Gemiddeld. Oh! 0,55. 57. 1,37. In the air. De beelden waar ik een wit pak aan heb zijn in de red zone. Dat verklaart waarom. Mine says 0,28. Oh. 0,34. 1,92 microsievert per uur. Dat is wel veel. Ik kan die ook aan. 2,42 microsievert per uur. 0,88. Ik ga dat niet doen. Er zitten echt allemaal spinnenwebben zo onder aan de planten. 0,20. Wat voor mij. 0,61 microsievert per uur. 0,18. Ja, lekker. 1,36. We're approaching 6. 5,8. 0,60. Het is hier schoongemaakt. Oh, je ziet echt verschil, zeg. Het heeft dus echt zin dat schoonmaken. Dat is niks. Nee. 1,24. 1,28. Oh. Okay, make it 1,3. What I'm going to do is opening the window of the car. We are at 4 kilometers from the power plant. Yeah. And I'm measuring the radiation outside. Well, around 3.3 microsievert per hour. 0,76 microsievert per uur. Heel weinig, 0,13. Well, you should not get into the poverty though. This is really high. 5,7. 0,82 hier op deze hoogte. Het is hoog. Grappig dat je dan zo'n wit mannetje bent of vrouwtje. En met allemaal rare dingen bezig bent om nucleaire energie op te nemen, dat je van de spinnenwebben in paniek raakt.
Ik vind het wel een heel treffende anekdote om jou mee te omschrijven. Ik denk dat het voor heel veel mensen andersom zou zijn. Er zitten echt hele enge spinnen daar. Ja, ja. Nee, echt. Ja, maar ik vind nucleaire energie toch ook best eng, ondanks Wim. Mag ik iets over? Ja, nee, tuurlijk. Ga je gang. We hoorden wel allerlei getallen, maar we weten eigenlijk niet wat het betekent. Wat het betekent. Want ja, vertel eens, misschien vanaf waar is het dan gevaarlijk? Om daar iets over te zeggen. Want hoe erg is nou eigenlijk straling? Ja. Je weet, je kunt er eventueel op latere leeftijd kanker van krijgen. In Nederland en ook in Japan voor de ramp, eigenlijk internationaal, wordt gezegd: op jaarbasis, gedurende heel jaar, mag iemand van de bevolking, jij, ik, een willekeurig iemand, 1 millisievert per jaar aan stralingsbelasting extra krijgen door bijvoorbeeld kernenergieactiviteiten. 1 millisievert per jaar. Nou is dat niveau zo laag dat ze in Japan hebben gezegd na de kernramp, we gaan dat verhogen naar 20 millisievert per jaar, dus 20 keer hoger. Dus je mag in een gebied wonen. Wanneer je op jaarbasis, als je in dat gebied woont, een stralingsbelasting krijgt van 20 millisievert per jaar. Dat is dus 20 keer hoger dan wij in Nederland acceptabel vinden. Nou, heel veel Japanners willen dit niet. Ook wetenschappers hebben daarvoor gewaarschuwd. Gewoon, het is, ja, wat, daarom mijn eerdere vraag, wat noem je veilig? Het is ook beangstigend dat het ineens vertwintigvoudigd wordt natuurlijk. Ja. Zeg je? Het is ook beangstigend dat iets ineens vertwintigvoudigd wordt. En je weet niet eens wat het betekent. Exact. Nou kun je, en wat zij nu meet, dus 20 millisievert komt overeen, als je een jaar lang op die plek blijft staan waar zij mat, dus als je 0,23 microsievert, dat getal heeft ze ook niet gehoord, maar ze noemde zelfs tot 5, hè? Ja. Maar 0,23 microsievert per uur, als je daar een hele jaar, en dat is 7.860 uur zit er in een jaar. Als je dus het hele jaar per uur dat maar krijgt en dat telt bij elkaar op, dan kom je op 20 millisievert. Dus als je van 0,23 naar 2,3 gaat, en zij ging zelfs naar een gebied waar het 5 was, ja. Dus dat is 20 keer hoger. Dus dan krijg je, als je daar het hele jaar zou zitten, 400 millisievert per jaar. Dat zijn zeer hoge getallen. Ik bedoel, daar werknemers van TEPCO's worden daar, zijn er een paar die eraan zijn blootgesteld, maar het zijn er echt maar een paar. Ja. Terwijl er duizenden mensen, tienduizenden mensen hebben gewerkt, die zitten allemaal ver beneden de stralingsbelasting, de meeste althans hoor, een overgrote deel beneden de 100 millisievert per jaar wat ze krijgen. Ja. Nou, dan is nog de vraag, wat betekent dat? Wil ik toch? Het is vanaf 1 millisievert kom je op punt 23, niet vanaf 20 millisievert. Dus gelukkig, het is niet die 500 is 500. Ja, je moet af. Goed. Ja? Dan kun je nog de vraag stellen, hoe erg is het dan? Nog steeds gelijk. Je hebt daar. Oké. Je hebt daar een. Dus hoe gauw of hoeveel mensen krijgen nou kanker en gaan eraan dood? Ja. Kun je dus ook nog vragen met deze straling? Daar gaat het dus om. En als je 20 millisievert per jaar krijgt, en je geeft 20 millisievert per jaar, of in één jaar geef je aan 1000 mensen, dus 20 millisievert. Krijgen 1000 mensen, dan krijgt er 1 of 2 over 20 à 30 jaar kanker waar hij dood aan gaat. En dan is dus de vraag, vind je dat acceptabel of niet? Ja. Ja. In Nederland zeggen we dus in normale situaties nee. Niet. Het moet 1/20ste zijn. 1 en in millisievert. Japan is dat acceptabel? In Japan hebben ze dat nu verhoogd. Met die 20-voudige. Maar dat betekent dus dat 1 à 2 mensen op van de 1000... Als ze 20 millisievert krijgen, maar waarschijnlijk in dat gebied gaan ze doen nog heel streng, krijgen ze toch wel wat minder. Maar dan gaan er dus 1 à 2 over 20 à 30 jaar dood aan kanker. Ja, kanker. Is dat dan erg? Ja, daar kun je van mening over verschillen. Dat is een beetje, waar leg je je grens? Het punt is dat van die 1000 mensen er toch al 300 aan kanker doodgaan. Ik wil, jongens, even de zaal. Ik wil even nog een laatste rondje vragen uit de zaal. Kort, als het kan. Ja, dat is schatting. Wat is er bekend over de kosten van schoonmaken tot nu toe? En wat gaat het nog kosten op lange termijn? De 20 millisievert krijgen. De economische schade dus. Die dat. Ja, wat is de economische schade? Wat kost het om dit op te ruimen? De totale ramp zit op dit moment aan kostenplaatje meer dan $200 miljard. En alleen het schoonmaken van de grond, waarvan je de effectiviteit zeer kunt betwijfelen. Maar het is ook een vorm van werkverschaffing. Hè? De 1000 mensen, die moet je toch iets laten doen. Dus laat ze dan maar 4000. Iets afgraven. Dat, alleen dat afgraven van die grond, dat vorig jaar stonden ze op een schatting van $35 miljard.
wat het afgraven van de omgeving aan kosten. Ik kan nog een heel klein dingetje aan toevoegen even. Omdat de economische schade zo groot was door de uitkeringen die betaald moesten worden aan de mensen in dat gebied die moesten verhuizen. Dat de overheid op een gegeven moment onder enige druk en economische druk ook heel veel mensen heeft laten terugkeren. Omdat het op dat moment veilig genoeg was. Dat is niet waar. Nee, is niet waar? Nee, oké, okay, prima. Ook weer foute feiten. Ja. Het is voor de helft waar. Mensen hebben een ruime uitkering gekregen. Een schadevergoeding waar ze een nieuw huis van konden bouwen, een nieuw leven van konden starten. Ik heb heel veel mensen gesproken. Zonder uitzondering, de mensen die ik heb gesproken zijn over dat deel. Dus ik heb los van communicatie, zijn ze erg tevreden. Over terugkeren, er hoeft niemand terug. Nee, maar houden ze dan hun uitkering? Het is geen uitkering, het is een eenmalige schadevergoeding. Ja, okay. We gaan dus naar een volgende vraag, want ik denk dat mensen daar ook een borrel lusten. Meneer. Ja, ik ben verstaanbaar. Ja. Okay. Waar ik me heel erg zorgen over maak, en ik ben geen partijgenoot van minister Wincenius destijds, maar wat hij altijd zegt over kernenergie is van het is een fantastische en prachtige veilige techniek. Als er iets misgaat, dan wordt het zo onbeheersbaar dat je dus als bestuurders geen haren meer op je hoofd wil hebben om eruit te trekken. En een vraag die me bij dit verhaal verbaast, is er nergens sprake van plundering? Al die prachtige woningen die leeg staan, vol daar wil ik wel ook iets over zeggen. TV's vol. Ik schrijf er ook uitgebreid over. In het Tsjernobylgebied was dat dus heel erg. Ja, ik gebruik er over, schrijf er ook uitgebreid over in het boek. Voor zover ik heb gezien. Heel weinig. Dus ik ben zelfs in een pachenko, soort gokhal geweest, waar echt het geld nog gewoon lag. 6 jaar na de ramp. Ik kon zien dat er meerdere mensen binnen zijn geweest, maar mensen nemen niets mee. Ik ben in een motorzaak geweest en langs de snelweg, echt aan de rand. Iedereen kon daar komen. Je kon naar binnen lopen. Er stonden echt, weet ik hoeveel duur motoren. Niks. Ik heb ook gehoord van bewoners uit de Red Zone dat er wel degelijk ook geplunderd is. Dus ik denk, het zal gebeurd zijn, maar het valt mij heel erg mee. Helder. Laatste vraag. En de rest, en de mensen die nog vragen hebben, wil ik echt vragen, doe het daar bij de bar, want we kunnen hier niet tot 6 uur doorgaan. Ja. Nou, de vraag waar ik mee begon, hè, wat de gevolgen zijn voor de mensen, zeg maar, op lange termijn, die op het moment van de ramp in dat gebied aanwezig waren. Dus die bloot hebben gestaan aan die straling en alle activiteiten die er geweest zijn. Voor mij, ik heb nog geen antwoord gehoord op die vraag. Wat dus de gevolgen voor die mensen zijn op de lange termijn. Of het inderdaad klopt dat pas over 30 jaar, zeg maar, die kanker dan zich openbaart. Het ding is dat ik begrijp wel dat u dat wil weten. Het ding is dat je dus wel kunt berekenen, hè, wat een prognose is, maar er is geen zekerheid. En het is niet alleen geen zekerheid in wat er gaat gebeuren. Op het moment dat iemand over 20 jaar kanker krijgt, of als ik volgend jaar kanker krijg, is niet te herleiden tot waar komt dat door. Dus we weten het niet. Dus het zijn, je kunt alleen maar cijfers vergelijken voor en na. En je kunt een schatting maken. Maar op dit moment is er gewoon niets waaruit blijkt dat er nu iets mis is. Ja. Of dat mensen ziek van worden. Dus dat is het enige antwoord. Er zijn wel. Sorry, laten we het even coördineren. Wim? Nou, er zijn wel schattingen gemaakt van hoeveel mensen dan misschien kanker zouden kunnen gaan krijgen. Maar het is inderdaad heel onzeker. Als je heel erg optimistisch bent, dan zeg je niemand gaat later aan kanker dood. Dat zeggen sommige wetenschappers. De overgrote deel zegt, er gaat wel kanker plaatsvinden. En ik heb daar ook een andere, Ian die in die reis ook aanwezig was, die had onafhankelijk van mij ook een berekening gemaakt. Een schatting van wat je op langere termijn zou mogen verwachten. En ik kwam uit op aan stralingsdoden ten gevolge van de ramp van Fukushima. Op lange termijn door kanker iets van tussen de 2.000 en de 5.000. Wat erbij komt, maar dat zijn statistische getallen. Je ziet ze dus niet, zoals gezegd. En je weet het niet zeker. Je weet Wacht, het niet er is zeker. Één meneer, sorry, 30% van de bevolking sterft. Ik wil daar heel graag even iets over zeggen. Kort, alstublieft. De relaties die meneer Turkenburg nu noemt, die zijn allemaal gebaseerd op een hypothese. Die staat bekend als de LNT-hypothese. Dat betekent lineaire doseffect relatie. Ja, precies. En die zegt dat er eigenlijk geen veilige dosis straling bestaat. Die hypothese is zwaar omstreden. Nee. Die is wel zwaar omstreden. Ik heb hier een artikel. Mag ik dit? Ik wil het eigenlijk. Ik heb hier een artikel bij me uit 2005 van de Academie Wetenschappelijke Academie van Frankrijk, Academie Française.
Daar wordt een dosis tot 20 millisievert wordt eigenlijk van gezegd van ja, dat is eigenlijk, kunnen we net zo goed zeggen dat het veilig is. Want die relatie die hier gelegd wordt, je kunt nooit statistisch nooit aantonen dat die doden er zijn, want mensen gaan gewoon dood aan kanker. Ja. Ja, dus een heel kleine statistisch, een hele kleine toename zul je dus nooit van zijn leven ontdekken. Helder. Maar er zijn ik wil even afmaken. Ik wil echt nog twee vragen aan andere mensen stellen. Er zijn heel veel nieuwe biologische, celbiologische inzichten ontstaan die eigenlijk allemaal ondergraven wat meneer Turkenburg hier zegt. En daar wil ik het graag bij laten. Okay. Wat ik hier aardig aan vind, is dat dit eigenlijk illustreert waardoor ik helemaal in het begin totaal in de war raakte. Exact. Mensen die expert zijn, want u bent dat volgens mij ook, zijn het erg oneens over zaken die ik niet begrijp en waarschijnlijk nooit ga begrijpen. Want wat is nu risico? Als je en wat niet is snapt waar het over precies, gaat. Hoe moet je risico invoelen? Dat is, ja. Ik wil daar heel even kort. Dan ben je burgemeester van een gebied waar zoiets gebeurt. En dan nodig je twee experts uit. En die gaan zo tegen elkaar lopen vitten. En vervolgens worden die uitgenodigd bij Nieuwsuur of bij Paul. En dan zitten die mensen die zitten thuis en die denken... Wat moet ik hiermee? En die raken in paniek. Nee, maar dat komt... En, nee, ja, maar het ja, probleem maar is natuurlijk van hoe moet je daar... Nee, maar Wim, we zitten er nu bij zelf. En dan snap je wel, en dan wil ik toch even ook terug naar het boek... Dan snap je wel dat we met z'n allen aan het hypochonderen slaan. Ja, tuurlijk. Zeer misschien invoelbaar. Heeft die meneer achter in de zaal misschien nu helder... waar dat boek over gaat. Namelijk eigenlijk wat hier in het slot van dit programma gebeurt in deze zaal. En wat dat vervolgens voor invloed heeft op ons waarnemingsvermogen en op ons vertrouwen in klassieke instituties, is nogal ondermijnend. Ik wil heel even, Bart, ik heb je hulp nodig. Er zitten daar twee hele leuke mannen, of ze heel even willen gaan staan. Ja, van Atlas Contact. Of ik moet dat heet natuurlijk geen Atlas Contact meer, of wel? Jazeker. Jawel. Sorry, ik dacht dat de naam misschien gewijzigd was. er was iemand vertrokken, maar ik wist niet of dat... Bertram Maurits. Ja. En Sander Blom, links. Ja, jullie hebben het boek van Katink uitgegeven. Bertram, ik begin heel even bij jou. Jij werkt inmiddels niet meer bij de uitgever, maar hebt wel 6 jaar met Tinkerbell samengewerkt als redacteur. En dan komt ze bij jou op de thee, want ik weet dat ze altijd thee drinkt, en zegt ze... Ja, mijn volgende boek gaat over Fukushima. Dat leek jou meteen een goed idee. Ja, eigenlijk heel simpel, omdat als Katinka een boek wil schrijven, dan is dat een goed idee. Oh, waarom is dat? Ik bedoel, hoe heeft ze die sporen verdiend bij jou? Sorry? Hoe heeft ze dat bij jou weten te bereiken dat het zo'n vanzelfsprekendheid werd? Omdat de manier waarop ze naar de werkelijkheid kijkt er eentje is die en uitdagend is en oorspronkelijk is. En waardoor je dus als lezer op een andere manier naar de werkelijkheid gedwongen wordt te kijken. Dus ze laat iets zien... Of, zo volkomen naïef een reis beginnen. Niks weten. En dan ook, en dat vind ik eigenlijk het sterke van het boek, denk ik. En ook van je benadering. Achteraf niet doen alsof je een expert was. Maar dus gewoon precies beschrijven wat er gebeurt. Zodat je mee kan gaan en die ervaring mee kan krijgen. En ook naar iedereen luisteren. Want ik denk dat ik dat het mooiste vind van het boek. Dat zijn die stukken van die mensen die daar aan het woord komen. Dat is niet gebeurd. Dus door... een oor te luisteren te leggen op een manier die niet standaard is. Zodat je op een andere manier naar de werkelijkheid gaat kijken. Ik denk dat, en dat dus met al die boeken doet ze dat. En dit, dat actueel onderwerp is natuurlijk, komt het heel sterk en heel engagerend, merken we nu, over het voetlicht. Ja, helder. Jij, ik zei het al, bent vertrokken bij de uitgever en werkt inmiddels bij het Literatuurmuseum. Ja. En daar was Sander Blom, die het stokje van jou moest overnemen met deze kunstenares. En jij bent eigenlijk fictieredacteur. Ja, klopt. Hoe is het als fictieredacteur om dan opeens met Tinkerbell opgezadeld te worden... die nogal aan waarheid en werkelijkheid hecht in haar zoektocht? Nou, een groot genot, omdat ik al jaren geleden heb gezegd... je bent eigenlijk ook fictie aan het schrijven. En zij heeft laatst weer bestreden en daar heeft ze wel gelijk in. Want zij zegt, kijk, ik gebruik een andere methode... Maar het gaat natuurlijk over de werkelijkheid. Als ik fictie ga schrijven, dan wordt iets op een hele andere manier beoordeeld. Dus ik vind eigenlijk dat Tinkerbell daar heel groot gelijk in heeft. Wat ik nog wil toevoegen aan wat Bertram zegt... waarom dat boek zo ontzettend goed is... is omdat de stemmen van de specialisten komen aan het woord... maar vooral de stemmen van de mensen die daar ermee geconfronteerd zijn. Nou ja, dat hele verhaal over angst is volkomen duidelijk...
We zijn daar nu een hele serieuze discussie over aan het voeren en naar specialisten aan het luisteren. Maar het boek zit ook boordevol humor. Ik heb het in één vrijdag gelezen, een paar weken geleden, en ik schoot echt heel regelmatig in de lach. En ik vond het dus een hele prettige manier om me te verdiepen in die materie, voor leken, maar ook voor specialisten, omdat je opeens kijkt naar die mensen die daar zitten. Het is echt een heel erg mooi boek geworden. Nou, gefeliciteerd, Tink. Ik denk dat... Ja, ja. En jullie bedankt even. En ik kan het bevestigen. Want ik heb het vanochtend dus de laatste pagina's gelezen. En je denkt te beginnen aan een heel complexe materie. Terwijl je eigenlijk op de voor jou zo kenmerkende manier waarneemt. En daarmee eigenlijk wonderwel weer effectief agendeert, want we hebben het hier toch opeens weer over Fukushima en kernenergie met experts erbij, ook dankzij jou. En het is inderdaad ook grappig, want ik weet zelf nog dat Tinkerbell, ze omschrijft dit in het boek, dus ik mag het vertellen, mij vanuit Fukushima. Of nee, Tokiyama was dat, denk ik. Tomioka, ja, weet ik het. Tokiyoma, Tomioka. In ieder geval, je had daar seks met de hotelmanager. En dat zet je ook in je boek. Van die was er nog. Je dacht, ach, ik moet ook wat afleiding en we doen dat. En je zei dat een Japanner in bed ook echt klinkt als... Wat zei je nou, Pokémon? Pokémon. Ja. En het werd geen succes, want hij viel eigenlijk minuten later op haar in slaap... zonder dat er echt sprake was van... Hij had ook een soort meltdown. Nou, en dat staat ook in het boek. Dus Tink, tot slot. Ja. Wat hoop je? Wat zou nou het allerbeste zijn? Wat hoop je dat dit boek veroorzaakt? Nou, want je hebt altijd missies om de wereld te redden. Ja, dus hoe draagt dit boek daar aan bij? Wat me is opgevallen als observator is dat... Kijk, je hebt volgens mij... Ik hou niet van groepjes en hokjes, maar ik ga het toch even doen. Je hebt drie groepen mensen als we het hebben over kernenergie. De hele grote groep mensen die hier echt de ballen verstand van heeft... en ook niet geïnteresseerd is, want het is ingewikkeld. Een hele groep mensen die heel erg voor kernenergie is... en daar argumenten bij gebruikt. En een groep... Nou, ik zou zeggen best wel activisten tegen kernenergie. En wat mij is opgevallen is dat die activisten... dat zijn echt heftige mensen. Hè? Dat zijn dus de chemtrail-types vaak. Ik probeer niemand te beledigen. De argumenten die deze mensen gebruiken... zijn niet waar. Is doorgaans echt volstrekte nonsens. En dat is dom, want daarmee rangeer je jezelf uit... Dan ben je dus niet meer serieus te nemen. En dat weten die lobbyisten voor kernenergie heus. Dus die vegen ze zo van tafel. En terecht. Maar die groep mensen die heel erg voor kernenergie zijn... Die zijn een stuk slimmer. Die gebruiken namelijk allemaal argumenten die wel waar zijn. Namelijk, het is schoon. We kunnen het veilig opslaan, het afval. Het is relatief goedkoop. En we hebben toch energie nodig, et cetera. Alleen... Die zijn zo slim dat ze het belangrijkste argument tegen kernenergie... wat die activisten nog helemaal niet hebben gezien, weglaten. En dat is namelijk dat je door het opwekken van kernenergie afval genereert... wat tot een 250.000, ik hoor net tot een 500.000 jaar... gevaarlijk blijft, radioactief blijft. En dan kun je wel zeggen, we kunnen dat heel goed opslaan. En ik geloof dat meteen van deze groep lobbyisten dat we dat kunnen. Het zal... Maar er is natuurlijk één factor die we niet kunnen voorspellen... en die we niet kunnen inschatten en die... totaal onbetrouwbaar is. En dat zijn we zelf. Dus we moeten het niet doen. Helder. En ik zag Wim alweer zuchten. En ik zag in de zaal alweer commotie. Het ging al meteen weer bijna mis. En ik stel voor dat alles wat er niet goed is... meegaat naar bier en wijn. Het boek is te koop. Ligt zeg maar hier bij de uitgang. Het boek is daar ook te koop. Ik zit daar te signeren. En ik neem aan dat jullie er allemaal meteen drie inslaan. Ook voor verjaardagen. Gewoon voor partijen. Jou. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie hier waren. En neem eventueel nog inderdaad aanwezige misverstanden. Ik meen ze te proeven mee naar de bar. Jullie allemaal bedankt dat jullie hier waren. En vooral Katinka, heel veel succes met je boek. APPLAUS